geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019. De temperatuur is al goed in deze zaal. En we gaan ervan uit dat die gedurende deze vergadering niet minder zal worden. Ook het welkom aan de mensen op de publieke tribune, vertegenwoordigers van de media en de mensen die ons via de andere media beluisteren dan wel bekijken. En ook een speciaal woord van welkom richt ik als voorzitter van de raad en voorzitter van het college ook aan onze gemeentesecretaris, zeg ik dan maar, Ida Oosmeijer. Fijn dat je op de uitnodiging van de raad bent ingegaan om ook aanwezig te zijn bij de raadsvergadering. En heel veel succes in het werk hier bij de gemeente Hardenberg. Wij gaan maar één vergadering met elkaar meemaken hier, realiseer ik me. Ja, applaus mag. Mooi. Daarmee de opening verricht onder mededeling van afwezigheid van de heer Brink. Die maakt zijn opwachting of heeft dat al gedaan bij De Wereld Draait Door. En eist 15 miljoen euro, heb ik begrepen. Zo gaat dat met ministers. Die kunnen dat doen. Voorafgaand aan de Prinsjesdag nota. En dat is ook goed dat we ook in die zin niet alleen vertegenwoordigers hebben voor heel Nederland, maar dat hij ook de belangen voor specifiek de doelgroep in Hardenberg behartigt. Andere mededelingen zijn er niet te doen. Ja, de heer Bak zie ik de hand opsteken. De heer Van den Berg, de heer Bak. Ik wil eigenlijk de heer Van den Berg het eerste woord geven, want die had volgens mij zich eerst gemeld. Dus, Ja, dan heb ik dat even niet goed gezien natuurlijk. De heer Van den Berg. Nou, op zich maakt mij daar niet zo heel veel uit, meneer Bak. Nee, maar om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zou ik graag met u goedvinden bij agenda punt 7 de zaal willen verlaten. Akkoord, meneer Van den Berg, de heer Bak. Voor mij geldt hetzelfde in verband met zakelijke belangen. En inderdaad, in verband met de schijn van belangenverstrengeling wil ik ook de zaal dan verlaten. Akkoord, en dat geldt dan voor het hele agendapunt, zeg maar. Ja. Anders nog mededelingen? Ik heb even de griffie niet te doen. Dan kunnen we daarmee dit agendapunt afhameren. Komen we bij agendapunt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Bak. Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben vernomen dat er aan de andere kant van de grens in Duitsland, en de portefeuillehouder begint al te lachen, molens gebouwd gaan worden, windmolens gebouwd gaan worden. Wij zijn even benieuwd, uit een eerste reactie en instemmende knikken kan ik wat ene afleiden, of het college daarvan op de hoogte is geweest en wat het college daarmee gedaan heeft richting de omwonenden. En ik heb contact gehad met de CDA-fractie en ik heb begrepen dat mevrouw Soeten daar ook nog wat vragen over heeft. Dat klopt, voorzitter. Die wilt u nu stellen ook, aansluitend, over hetzelfde onderwerp. Aanvullend op dit onderwerp een vraag stellen. Dat hadden we samen afgesproken, voorzitter. En dan krijg ik de vraag daarna ook nog even weer terug van haar. Oké, ja, maar dat is als de voorzitter dat toestaat, dat begrijpt u. Als u dat zou willen, zouden we u heel dankbaar zijn. Eerst mevrouw Soeten maar, ja. Heel vriendelijk bedankt, voorzitter. Ja, ik heb dezelfde vraag en ik ben benieuwd of de wethouder op de hoogte is van de zorgen die er spelen in het gebied in Kloosterhaar. En of de wethouder bereid is dat als er nog geen informatie is op dit moment, of daar in de komende periode duidelijkheid over te krijgen is. En vooral ook voor de inwoners al daar. Akkoord, de heer Bak in tweede instantie. Dank u wel, voorzitter. En de aanvullende vraag die wij hebben is, als we dan het geheel bezien wat het gebied te wachten staat, zou de wethouder het dan niet verstandig vinden om de plannen in Bergentuin Kloosterhaar, die aan deze kant van de grens zijn, om die eens in de ijskast te zetten en van tafel te halen. Akkoord. Nou, inmiddels een aantal vragen actueel over het windmolenpark, eventueel aan de Duitse zijde van de grens. De informatie daarover en de consequenties. Ik kijk even in de richting van de heer Ten Kate. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het college heeft ook kennis genomen van de publicatie in de krant. In hoeverre is daar het college bij betrokken geweest? We hebben een bestuurlijk overleg gehad. Dat was voor mij min of meer een kennismakingsgesprek met de drie burgemeesters uit Duitsland, aangrenzend aan onze gemeente.
Daar hebben we gesproken over de energietransitie. Hebben we ook aangegeven wat er speelt in de gemeente Hardenberg. En zij hebben aangegeven dat er initiatieven waren aan hun kant, aan de Duitse kant van de grens. En toen hebben we ook gezegd van het is misschien goed dat de beide projectleiders een keer met elkaar in gesprek gaan. Elkaar op de hoogte brengen, ook, zodat we over en weer weten wat de plannen zijn. Die projectleiders hebben ook met elkaar gesproken. Daaruit blijkt niet dat het al heel snel gaat gebeuren in Duitsland. Die kennis hebben wij niet. We hebben wel gelezen wat er in de krant stond. Dus we vinden het ook heel erg belangrijk om nu zo snel mogelijk, en dat gaat ook gebeuren, weer contact op te nemen. Ik heb niet, want ik meen dat er in de publicatie stond dat er al in november iets stond te gebeuren. Nou, dat gevoel heb ik absoluut niet, want dan zouden we eigenlijk ondermaat geïnformeerd zijn. Dus we gaan wel nu ook even contact opnemen van hoe de vork precies in de steel zit. En daarmee gaan wij ook op uw vraag ingaande ook het gebied informeren. Want we hebben natuurlijk onze omgevingsadviesgroep, waar eigenlijk het hele gebied Kloosterhout-Bergentheim in vertegenwoordigd is. En die gaan wij daar ook dan in dat gremium ook daarvan op de hoogte stellen, zodat we het ook daar neerleggen. Dus ben ik van op de hoogte van de onrust? Nou, ik heb een mail gekregen, even kijken, dat was volgens mij afgelopen donderdag. Volgens mij is die mail ook naar de pers toegegaan, want als ik het een beetje één op één vertaal, dan zie ik een beetje hetzelfde staan. Dus in die zin, en daar heb ik ook direct achteraan gebeld, de verstuurder van die mail, van nou, wat daarin staat, dat klopt volgens mij niet helemaal. Maar we gaan het verifiëren en dan gaan we ook de informatie weer terug. Dus in die zin, het proces en de stand van zaken tot nu toe. En als ik vind dat wij het proces moeten stoppen, ik heb de opdracht van de raad om een proces uit te voeren tussen Kloosterhout en Bergentheim. En als de raad vindt dat we dat proces moeten stoppen, dan hoor ik dat graag, voorzitter. Akkoord, dank voor de beantwoording. Conclusie wordt vervolgd. Akkoord, dat is akkoord. Dan gaan wij naar de vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? De heer Odink. Ja, ik heb daar een opmerking eigenlijk over, voorzitter. Met een aantal fracties zijn we van plan om een motie in te dienen. En die motie die heeft zeg maar raakvlakken naar agenda punt 7... daar waar het gaat zeg maar, over de uitbreiding van de biovergister. Nou zou je kunnen zeggen, hè, als je daar zuiver naar kijkt, van joh, daar mogen wij niks van vinden. En dat dus die motie die daarover gaat, misschien op een andere manier ingevuld moet worden, als zijnde een motie vreemd aan de orde van de dag. Dus dan gaan we wat mij betreft dat apart behandelen, als een motie vreemd aan de orde van de dag. Of we kunnen het, omdat het raakvlakken heeft met het agendastuk, bij agenda punt 7 behandelen. En ik laat het aan u over, of eventueel aan een rondje in de raad, om daar wat van te vinden. Akkoord. Mijn voorstel zou zijn, want ik heb de conceptmotie gezien, dit gaat weliswaar over de realisatie van de aardappelbewaarloods en het afgeven van de verklaring van geen bezwaar. Dus het heeft SEC daarop betrekking. Maar totaal project is de biovergister ook, speelt daar een rol. Om het toch te kijken of we het bij elkaar kunnen doen. Maar dat we even in de behandeling van het agendapunt het wel goed gescheiden houden. En ik vraag ook, kijk ook even naar de wethouder, als hij straks een beantwoording doet, om dat ook even goed gescheiden te houden. Waar dat kan. Precies, maar wel in één termijn mee te nemen. Want dat is volgens mij voor het publiek ook wel zo duidelijk daarbij. Akkoord met uw goedvinden om dat zo te doen? Mevrouw Keller. Dank u wel, voorzitter. Op koerspunt nu vindt juist dat ene onderwerp het belangrijkste. En we zouden liever zien dat het vreemd aan de orde kwam. En als u zegt dat ene onderwerp, dan doelt u op de motie? De motie vreemd aan de orde. En die gaat over de biovergister. Ja, die gaat over. Ja, en die wilt u apart behandelen. Ja. Nou, maar dan maken we even een rondje, kijken even wat de raad daarvan vindt, wat de overige fracties daarvan vinden. En dan kunnen we dat gewoon gezamenlijk bepalen. Is er een voorkeur bij partijen om het apart te behandelen als een motie vreemd orde aan de dag? D66? Onze voorkeur gaat uit om het naar uw voorstel in één
onderwerp te behandelen. Ja, met als reden, er is één aanvraag voor twee bouwzaken, de biovergister en de aardappelopslagloods. Wat wij behandelen in deze raad is datgene wat aan onze raad raakt. En dat is nu dus twee zaken. De komst van een mogelijke komst van een aardappelloods. En nu deze motie die raakt aan het beleid van de gemeente Hardenberg aangaande de biovergister. Dus vandaar één onderwerp. Ja, alleen het beleid staat hier op zich niet ter discussie, tenzij u dat echt zou willen agenderen, zeg maar. Het beleid is vastgesteld via een bestemmingsplan. Ja, voorzitter, het raakt aan het beleid van de gemeente Hardenberg, zoals ik de motie heb begrepen. Ja. In mijn beleving gaat het om gevoelens uit de omgeving ten aanzien van dit bouwproject in zijn totaliteit, met name de biovergister. Anderen, de VVD, de heer Gelling. Ja, voorzitter, dank. De VVD-fractie vindt wel iets van de motie, met name voor de keuze om dat op dit moment te behandelen bij dit agendapunt. Aangezien in de motie ook verwezen wordt naar het agendapunt, lijkt het ons wat onzinnig om het als motie vreemd te gaan behandelen. Dan zou in ieder geval de indiener de tekst van de motie moeten aanpassen en de verwijzing naar dit agendapunt eruit moeten halen. Dus wat ons betreft kan het behandeld worden in het punt zelf. Alleen zullen wij wel de vrijheid nemen daar iets van te vinden dan. Akkoord. Anderen, CDA, hiervan? Ja, voorzitter, volgens mij biedt het reglement van orde gewoon de ruimte om op elk moment, als je wil, een motie in te dienen. En misschien is het dan wel zo zuiver om het gewoon bij het agendapunt te doen. En vooral ook vanwege de efficiëntie. Akkoord. Anderen nog? Geen voorkeur, niet specifiek. Kijk even naar de ChristenUnie. Er is wel een voorkeur. En ja, dat is het voorstel zoals u ook en ook al eerder verwoord is. Onder andere door meneer Van der Wel. Akkoord. En ik zie ook GroenLinks, heer Boshoven. Daar sluit ik me inderdaad ook bij, voorzitter. Akkoord. Mag ik? Ja, de heer Odink. Dan hoeft de motie in ieder geval niet aangepast te worden. Dus wellicht is dat voor de VVD dan wel wat acceptabeler. Akkoord. Dan concludeer ik dat de meerderheid van deze raad vindt dat we gewoon de motie kunnen behandelen bij het betreffende agendapunt. Waarbij het wel goed is, maar dat merk ik ook al in de discussie, dat we wel ook onszelf realiseren dat het verder gaat dan wat hier gevraagd wordt, zeg maar, SEC aan deze raad op dit moment. Maar dat doen we dan ook bij het betreffende agendapunt, kunnen we dat behandelen. Akkoord. Andere punten voor de agenda niet. De agenda daarmee vastgesteld. Dat brengt ons bij het spreekrecht op de agendapunten. Er zijn geen mensen die zich daarvoor hebben gemeld. Dan gaan we door naar het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 augustus, jongstleden. Eerste vergadering na het reces, geen opmerkingen, ook niet binnengekomen. En daarmee is de besluitenlijst definitief geworden. Dan hebben wij het eerste bespreekstuk van vanavond op de raadsagenda staan. Dat is de wijziging van de APV voor de gemeente Hardenberg. En ik denk dat het goed is om de voorzittershamer op dit moment even over te dragen aan de plaats van het voorzitter van de raad, mevrouw Hof. Agenda punt 6. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Rusken. Meneer Wiet. En meneer Kloekhorst. En meneer Stelpstra. Ik begin bij meneer Kloekhorst. Ga uw gang. Voorzitter, vanuit deze plaats, om de tijdswinst af. Dank u, voorzitter. Ja, ik vroeg het even vanaf deze plaats, want ik heb twee dagen eigenlijk al te veel gelopen. Dan had u dat er misschien even bij moeten zeggen. Had ik u dispensatie kunnen geven? Ik heb niet het idee dat ik medeleden krijg. Goed. Voorzitter, terug te zaken. Even naar de wijziging van de APV. Op zich kunnen wij prima leven met deze wijziging. Wel hebben we nog even een vraag naar het amendement wat komt van het CDA. Dan gaat een klein feestje worden een groot feestje in plaats van 100 naar 250. Op zich hebben we daar niks op tegen, maar er zal een bepaalde risicoafweging geweest zijn. En ik zou graag van de portefeuillehouder weten of hij daar mee leven kan. Dat was het. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Mevrouw Rusken. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de APV doorgenomen en zoals u weet hebben wij met name gekeken naar de definitie rondom de evenementen. In het APV worden kaders beschreven welke de definitie smart maken en daarmee concreet en toetsbaar.
In het APV staat bijvoorbeeld beschreven op welke dagen en tijden een evenement mag worden georganiseerd, of er wel of geen alcoholische dranken worden geschonken. En uiteindelijk zal de organisatie een vergunning moeten aanvragen of kan zij volstaan met een melding richting de gemeente. Het CDA zou graag de meldingsplicht verruimen, zodat voor kleinere evenementen geen vergunning hoeft te worden aangevraagd en er minder gauw leesjes hoeven te worden betaald. Kleine evenementen dragen ons inziens bij aan de samenhorigheid binnen de krachtige kern en haar inwoners. Deze vaak niet-commerciële evenementen hebben vooral een sociaal karakter. U moet hierbij denken aan een vlooienmarkt of een herdenkingsbijeenkomst. Uiteraard vindt onze fractie ook dat de orde en de veiligheid prioriteit heeft, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het klopt dat het CDA graag 3 wijzigingen wil aanbrengen in het APV en we zijn bereid om hiervoor een amendement in te dienen welke door meerdere partijen wordt ondersteund. Ik zal daarom overgaan tot het voorlezen van het dictum van het amendement. Is van mening dat het voorstel betreffende artikel 2.24.3 en ik citeer, in deze afdeling wordt onder kleine evenementen verstaan een eendaags evenement waarbij A het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen. Dat kan wat ons betreft gewijzigd worden en komt te luiden als volgt. Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen. D. De activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, een brom- of fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten. Dat kan worden gewijzigd en komt te luiden als volgt. De activiteiten geen belemmering mogen vormen voor het verkeer en de hulpdiensten. En tot slot E. Slechts enkele objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter. Wij willen dat graag gewijzigd zien in slechts enkele kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 16 vierkante meter. En gaat orde over de orde van de dag. Dank u wel. Dat is dan amendement 1. Maakt ermee ook onderdeel uit van de beraadslaging. Ik ga u verder. Zo was het voor mij eerst. U bent heel goed, bent u er doorheen, dat is prima. Geen vragen? Dank u wel. Zijn er vragen? Geen vragen voor mevrouw Rusken. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik sta hier toch een beetje weemoedig. Want de APV was altijd het terrein om samen met de portefeuillehouder in debat te gaan over belangrijke onderwerpen als prostitutie, veiligheid. En dat moet ik nu gaan missen. En daarom als ode en als nagedachtenis aan onze portefeuillehouder stemmen wij van harte in met de motie van het CDA, omdat hij onze gemeente een klein stukje groter maakte en omdat hij van een klein feestje graag een groot feestje wil maken. Peter, dankjewel. Dankjewel, meneer Stelpstra. Meneer Wiet. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, de slogan Hardenberg, de kracht van gewoon doen. De Partij van de Arbeid vindt het mooi dat er veel evenementen worden georganiseerd in onze kern. Persoonlijk laat het organiseren van evenementen mijn hart sneller kloppen. Dat weten we allemaal. Kunst en cultuur zorgen namelijk voor verhoging van de leefbaarheid en de saamhorigheid. De Partij van de Arbeid-fractie vindt het belangrijk dat ook de organisatoren van kleine evenementen een boost krijgen om hun evenementen zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. Daarom ondersteunt de Partij van de Arbeid het amendement van harte. Dank u wel, meneer Wiet. Ik kijk even achter mij naar de portefeuillehouder. We zijn er al door. Voorzitter, dank. Het is mooi om zo op deze laatste vergadering nog inhoudelijke debatten te mogen aangaan met uw raad. En ik heb me daar ook echt gedegen op voorbereid. En ik kan niet zomaar zonder meer akkoord gaan natuurlijk met het aannemen van deze motie. Alhoewel ik ook wel groot voorstander ben van een feest. Maar ook portefeuillehouder en verantwoordelijk voor veiligheid. Daarin proberen we juist altijd een balans te vinden. Maar het goede nieuws is, ook binnen het college hebben we daar vanochtend nog even naar gekeken, dat we hebben gezegd van ja, wij snappen de beweegredenen die erachter liggen van de indieners van de motie. En we hebben ook altijd, ook vanuit het gemeentebestuur, ook de wens en ook altijd gekeken van hoe kunnen we ook zoveel mogelijk dit soort evenementen mogelijk maken met een zo gering mogelijke regel of lastendruk. En in onze mening waren we daar aardig in geslaagd.
Maar uw raad wil nog een stukje verder gaan. En we hebben daarnaar gekeken en we denken dat op twee onderdelen dat op zich ook prima is om daaraan tegemoet te komen. En dan heb ik het vooral over onderdeel, even uit mijn hoofd, onderdeel D en onderdeel E. Onderdeel E, dat is wat ons betreft sowieso akkoord, hè, van 10 naar 16 vierkante meter. Dus meer ruimte geven om bepaalde objecten toe te staan. Daar kunnen wij absoluut mee instemmen. Onderdeel D, de activiteiten geen belemmering mogen vormen voor het verkeer en hulpdiensten op zich ook. Maar we zouden nog een kleine tekstuele toevoeging willen doen, die wel vrij relevant is. Omdat daarmee ook voor de hulpdiensten dan ook in ieder geval zeker is dat ze bij calamiteiten er altijd door kunnen. Dus onze suggestie zou zijn bij D toe te voegen, de activiteiten geen ontoelaatbare belemmering mogen vormen. En in de praktijk is die samenwerking er ook altijd met verenigingen, buurten of wat dan ook. Maar dat ontoelaatbare, dat wil zeggen dat hulpdiensten er altijd bij kunnen. En dat we dat kunnen garanderen ook. Ten aanzien van het eerste onderdeel. Maar volgens mij zouden we dat ook kunnen oplossen. Want ja, ik probeer er natuurlijk ook uit te komen vanavond. Zodat ik hier ook in een goede staat kan vertrekken uit deze gemeente. Maar daarvan hebben we wel gezegd, ja, 250 personen, dat kun je niet per definitie meer kleinschalig noemen. En daar zitten ook wel degelijk bepaalde risico's aan. En in het verleden hebben we het aantal al opgeschroefd van 50 naar 100 personen. En we hebben even gekeken van hoe zouden we elkaar daar nou op kunnen vinden in de wens om toch die iets grootschaligere evenementen, die overigens nog zeer beperkt zijn van aard, hè, want het gaat niet over evenementen waarbij muziek ten gehoor wordt gebracht. Het gaat ook niet over evenementen waar ook alcohol wordt geschonken, want daarvoor moet je altijd een vergunning aanvragen. Daar kunnen we ook niet onderuit komen. Dat zou ik niet moeten willen, omdat ook daarmee de belangen van andere inwoners van onze gemeente weer geraakt worden. En we hebben even gekeken van hoe zou je nou mooi kunnen aansluiten bij regelgeving die er al is op dat punt. En dan wordt het wel een beetje technisch, maar in het kader van het brandveilig gebruik en basishulpverlening, dat is een nieuw besluit wat er is genomen, wat we ook met de vereniging hebben gecommuniceerd. Daar is het aantal, en dat gaat vooral over gebruik van tenten en dergelijke, is het aantal gesteld op 150 personen. Ik zou een suggestie in uw raad willen leggen om bij die landelijke regelgeving van die 150 personen aan te sluiten. Ik realiseer me dat we daarmee nog niet aan uw wens van die 250 tegemoet willen komen. En ik zou ook geen koehandel willen bedrijven. Maar dan is het wel eenduidig. Ook naar onze inwoners toe van hoe je dat zou moeten doen. En ook naar de hulpverleningsdiensten. 150 mensen is toch nog weer anders dan 250 mensen om te benaderen. Dus nou, merendeel absoluut tegemoet komen aan uw wensen. Behalve op dit onderdeel een kleine passende plaats van buiten. Mevrouw Ruske. Mag ik reageren? Dank u wel. Dank u wel, ook portefeuillehouder. Ik kan u vertellen dat onze fractie in ieder geval akkoord gaat met de twee aanpassingen of suggesties die de heer Peters doet. Ik maak graag even een rondje naar de andere partijen, omdat die dus mede ingediend hebben. Nou, daar zou ik iets anders willen doen, mevrouw Ruske. Sorry. Zodat u in alle rust even kunt overleggen met met de mede-ondertekenaars van deze motie. En dat is om even te schorsen. Ja, is goed. 5 minuutjes. Ja, nou, is het echt nodig, voorzitter? Voorzitter, volgens mij is het voor mij niet. Het is gebruikelijk en het lijkt mij wat rustiger. Als u zegt, we doen liever een rondje, u beslist het. Dus dat vind ik ook goed. Maar... Voorzitter, ik moet zeggen, de portefeuillehouder was weer uitermate goed voorbereid en vaardig in zijn woordvoering. Dus dat was weer verbluffend. Ik zou dan toch willen voorstellen om er niet 150, maar gezien zijn leeftijd 153 van te maken. Maar meneer Stelpstra, nu komt u met een ander voorstel. Dus of we maken serieus een rondje of we gaan serieus 5 minuten schorsen. Ja. Wij zijn het eens met de aanpassing van het college. VVD-fractie ook, voorzitter. VVD, en dan, want dan maak ik nu toch maar het rondje GroenLinks. Voorzitter, ook GroenLinks kan leven met het voorstel. Al vind ik het voorstel om de 153 van te maken ook wel erg charmant. D66. Ik kan leven met het voorstel van de portefeuille. Koers? Akkoord. In uiterste nood houden wij twee feestjes van 150.
Partij van de Arbeid. Ook de Partij van de Arbeid kan instemmen met het wijze voorstel van de portefeuille. 50 plus? We zijn ook akkoord. Nou, dat is makkelijk. Oké. Dan moet de tekst wel worden gewijzigd. Dus dat gaat de Griffie doen. De wijzigingen zijn volgens mij duidelijk. Dus dan zou ik dit eerst in stemming willen brengen. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer. Ik doe het voor de vorm toch nog even voordat meneer Bak mij weer corrigeert dat ik iets vergeten ben te vragen. Terecht overigens. Kunnen wij met dit amendement instemmen? De raad stemt daarmee in. Heel goed. Unaniem. Dan brengen we ook... Dan brengen we ook het raadsvoorstel in stemming. Zijn er mensen die daar een stemverklaring over willen geven? Geen stemverklaring. Ik kijk even rond of er iedereen met het voorstel kan instemmen. Ja, de raad stemt ook unaniem met dit voorstel in. Heel goed. Nou, mooi. Het is een mooie afsluiting. Een unaniem aangenomen raadsvoorstel. Dus dan geef ik graag de hamer weer over. Zo, dank. Aan de plaatsvangende voorzitter. Wij vervolgen de agenda met agendapunt 7 daarmee. Vaststelling van de verklaring van geen bedenking voor de realisatie van de aardappelbewaarloods op de agrarische bestemming zonder bouwvlak aan de Krimweg. Wie mag ik daarover het woord geven? ChristenUnie. GroenLinks. D66, op koers met nu, Partij van de Arbeid en 50 plus en ook de VVD. Even op volgorde en ik constateer ook voor de mensen thuis die luisteren dat de heer Van den Berg en de heer Bak zoals aangekondigd de zaal hebben verlaten. Het woord is aan de fractie van de ChristenUnie, de heer Oding. Dank u wel, voorzitter. Wat voor ligt is de vaststelling, verklaring van geen bedenking voor de realisatie van de aardappelbewaarloods. Tijdens de behandeling in deze oriënterende ronde zijn er door mijn fractiegenoten Gineke Peltjes en onze fractievoorzitter vragen gesteld. Tevens zijn er een aantal toezeggingen gedaan door de wethouder. En in de verslaglegging van de oriënterende ronde zijn daarbij een drietal punten genoemd. Als zijn de toezeggingen waar de wethouder op terug zal komen. Dat betreft een inventarisatie te maken voor de gevolgen van de recente uitspraken van de Raad van State met betrekking tot de PAS en de Raad hierover te informeren. De vraag over het calamiteitenplan aan de provincie te stellen en de antwoord ook aan ons als Raad toe te sturen. En de Raad te informeren over hoe de omwonenden en of de omwonenden voor 2017 geïnformeerd zijn over de aardappelbewaarloos. Ik heb daarover nog geen reactie of antwoorden gezien. Ik weet ook niet of wij concreet hard hebben afgesproken dat ook die vragen en antwoorden zeg maar even voor de raadsvergadering beantwoord dienen te worden. Maar in ieder geval, ik heb ze wel gemist. Wij zouden graag hierop nog wel een reactie krijgen van de wethouder. Voor het overige, waarbij het in dit raadsvoorzicht beperkt tot de verklaring van geen bedenking, hebben wij als fractie van de ChristenUnie verder geen vragen. Dus wat ons betreft is dat stuk, zeg maar, met betrekking tot die nieuwbouw van de aardappelbewaarloos, het helder. Behalve dan de openstaande vragen en waarover wij zouden worden geïnformeerd. Voorzitter, mag ik nu ook gebruik maken om de motie toe te lichten? Ja, dat hebben we afgesproken, dus dat gaan we doen. Voor wat betreft de motie, het volgende. In oktober 2017 hebben wij tijdens de bespreking van het raadsvoorstel Energietransitie Hardenberg, waarin we zelfs percentages hebben genoemd van 20% duurzame opwekking 2023, 30% in 2030. Met elkaar kaders, richtlijnen vastgesteld rondom grootschalige ontwikkelingen van duurzame energieopwekking. En daarbij zijn er ook een aantal afwegingskaders opgesteld, zoals ruimtelijke inpassing en kwaliteit, proces en procedure gericht op de acceptatie en participatie en betrokkenheid van de omgeving en een bijdrage aan de omgeving. Bijvoorbeeld in gebiedsfondsen. Tijdens de behandeling is er zelfs unaniem een motie aangenomen, ingediend door de PvdA, maar wel raadsbreed zeg maar ondersteund, waarbij er sprake was van maatschappelijke compensatie.
die erin voorziet dat een maatschappelijke compensatie a priori geregeld moet worden in overleg met omwonenden en stakeholders en dat in deze compensatie in de procedure moet worden betrokken. De vraag die nu gesteld zou kunnen worden, is dit gebeurd en in hoeverre is dit gebeurd? Wellicht kan de wethouder daarover nog iets meer duidelijkheid geven. Voorzitter, en aan de andere kant, het vervelende is nu dat wij als raad over het voorliggende significante uitbreiding van de biovergister niet gaan. En er ook niets van mogen vinden, want het is uiteindelijk aan de gedeputeerde staten in Overijssel. En toch lijkt het ons rechtvaardig, gelet de eerder gemaakte afspraken, dat wij ook over dit onderwerp bij de gedeputeerde staten aanhangig gemaakt wordt. En we willen dan ook de wethouder dan ook extra ondersteunen en motiveren door hiervoor een motie in te dienen, gezamenlijk met de fracties van het CDA, de PvdA, 50+, GroenLinks, waarvan het dictum luidt, draagt het college op met als vertrekpunt het vastgestelde gemeentelijke beleid, afwegingskaders en maatschappelijke compensatie op dit gebied op korte termijn in overleg te treden met het college van gedeputeerde staten van Overijssel in zaken de ontwikkeling en opwekking van duurzame energie in het algemeen en in dit project in het bijzonder. En de raad te informeren over de uitkomsten hiervan. Hij gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, tot zover mijn bijdrage. Ja, akkoord, dank u wel. Motie nummer 1 bij dit agendapunt. Fractie van CDA. Geen vragen, hadden we dat toch aan deze tafel wat misverstand over. De GroenLinks. De heer Boshoven. Voorzitter, dank u wel, zeg ik dan, voor de laatste keer ook vandaag. Deze aardappelbewaarloods, schuur, hoe je hem ook maar wil noemen, en de verklaring van geen bedenkingen, als we daarnaar kijken, kunnen we niet anders dan concluderen dat wij daarmee kunnen instemmen. Toch, ook na wat de heer Odek van de ChristenUnie heeft gezegd, bekruipt ons het gevoel dat het toch wat vreemd is om hier te staan te spreken over die verklaring van geen bedenkingen, terwijl er ook veel te doen is over de biovergistingsinstallatie. Daarom steunen wij de motie van de ChristenUnie ook van harte, om in gesprek te gaan met gedeputeerde staten. En wij willen verder ook de omwonenden meegeven die er toch last van hebben, van geur, van geluid, daar aan te geven bij de provincie. En daarbij wil ik opmerken dat ook mijn fractie gebruik zal maken van onze rol richting de provinciale staten om hier nog eens aandacht voor te vragen. Dank u wel, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Meneer Boshoven, de VVD-fractie. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Met de heer Bak is ook de portefeuillehouder van de VVD vertrokken ter zake dit onderwerp. Dus ik sta hier voor u nu, omdat ik slechts iets wilde zeggen in zijn vervanging. Hij stelt zelfs achter het raam te kijken, voorzitter. Voorzitter, de VVD-fractie betreurt het dat bij dit onderwerp deze motie wordt behandeld. En wel om de volgende reden, niet zozeer vanwege de SEC-inhoud van de motie, daar kom ik zo nog even op terug. Wel vanwege de allocatie bij dit agendaonderwerp. Laten we niet vergeten dat we het hier alleen hebben over die aardappelbewaarloods. En dat dit onderwerp alleen op de agenda staat omdat op verzoek van de gemeente het bouwblok verplaatst is. En dat diezelfde gemeente nu naar het lijkt de maat wat gaat nemen van de indiener. En dat vindt de VVD een onterechte constatering. Maar bovenal, voorzitter, hopen wij toch echt dat de motie die voor ligt volstrekt overbodig is. Want ik lees hem even voor. En het dictum zegt u namelijk dat u de wethouder opdracht geeft om het gemeentelijke beleid, en ik zal niet alles voorlezen, onder de aandacht te brengen bij gedeputeerde staten. En voorzitter, de VVD-fractie hoopt toch dat u dat al lang gedaan heeft. Dat het niet nu zo kan zijn dat dit onderwerp aanleiding is om eens een keer naar Zwolle te gaan om het beleid in zaken de energietransitie en duurzaamheid nu pas kenbaar te maken. En mocht dat wel zo zijn, mocht u dus naar Zwolle vertrekken, dan hoopt de VVD-fractie van harte dat u zich niet beperkt tot alleen een vergister, want dat is dan het onderwerp hier gaat, maar dat u ook alle onderwerpen van onze duurzaamheidsagenda dan bespreekt, mocht u dat niet gedaan hebben. Voorzitter, wij zijn als oppositiepartij wel eens wat teleurgesteld ter zake uw activiteiten en beweegredenen, maar kennelijk is het CDA dat ook en de ChristenUnie, want u zegt tegen uw eigen wethouder dat ze nu eens een keer naar Zwolle moeten om dit bespreekbaar te maken. En wij hopen echt dat dat niet hoeft te gebeuren. Dank u wel. Akkoord, dank u wel.
De fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Over de aardappelbewaarloods kunnen ook wij kort zijn en kunnen wij volmondig instemmen met het voorstel dat nu voor ligt. Ergens heeft de heer Gelling dan ook gelijk. Het is het onderwerp waar we het nu over zouden moeten hebben. Waar het niet dat inderdaad in alle discussies en alle zienswijzen ook de biovergister toch een rol speelt. En daarom hebben wij ook in ieder geval telefonisch aangegeven aan de indiener dat wij van harte bereid zijn om die motie te ondersteunen. Niet omdat wij hopen dat nu pas het gemeentelijk beleid onder de aandacht wordt gebracht bij het provinciebestuur, maar juist om ruimte te vragen aan dat provinciebestuur om ons gemeentelijk beleid ook uit te rollen, ook daar waar wij niet per se het bevoegd gezag zijn. En deze biovergister is nu een directe aanleiding. Dat geldt inderdaad, meneer Gelling, ook voor andere onderwerpen als het gaat over ons duurzaamheidskalender. Maar je moet ook naar de toekomst toe kijken. Mocht het zo zijn dat onverhoopt het provinciebestuur besluit om ergens een plek in de gemeente Hardenberg aan te wijzen voor de opwekking van duurzame energie, ofwel met wind of met zon bijvoorbeeld, kan het niet zo zijn dat ons gemeentelijk beleid daardoor in de weg komt te zitten. En ik geef zelfs de suggestie mee aan de portefeuillehouder om in de gesprekken met Duitsland, zoals eerder vanavond is besproken, ook daar het gemeentelijk beleid is onder de aandacht te brengen. Wij hebben namelijk een zorg voor onze inwoners. We hebben een zorg ook voor onze omgeving. En dat mag niet verloren gaan als andere overheden daarmee aan de haal gaan. Daarom onze steun. Dank u wel. Akkoord, fijn, dank u wel. De fractie van Op Koers. Mevrouw Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Vaststelling, verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een aardappelbewaarloods op een agrarische bestemming zonder bouwvlak op Krimweg 4-4A in Aneveen. Wij als Op Koers gaan akkoord met dit raadsvoorstel. De motie uiteraard, die brengt eigenlijk verwarring en het gaat over meer zaken dan alleen dit proces. Dus daar zullen wij geen steun aan geven. Akkoord, dank. De Partij van de Arbeid-fractie, de heer Jonkhans. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. De aardappelloods. Aan de Krimweg 4 in Arnhem heeft men grote plannen met duurzame energie en aardappelopslag. Zo wil de initiatiefnemer van het onderhavige voorstel daar de mestvergisting uitbreiden met maar liefst 25.000 ton. Naar een capaciteit van 70.000 ton. Hier zal dan gas van worden gemaakt en van dat gas wordt een turbine aangedreven en weer stroom. Net zoals bij windmolens, maar ook met zonnepanelen. Echter, bij zonnepanelen en ook bij windturbines is verouderd zijn en weggehaald worden, zullen ze ook helemaal weggehaald moeten worden, met fundering en al. Bij zonnepanelen is dat wat makkelijker, maar dat is allemaal wel opgenomen in de vergunning. En wij vroegen ons af, hoe zit dat eigenlijk bij een mestvergister? Gelden bij bio-energie dezelfde voorwaarden? Moet de initiatiefnemer na het gebruik ook de locatie weer zonder opstallen en fundering weer schoon opleveren? Dat lijkt ons wel net zo eerlijk voor een gelijk speelveld met de andere energievoorzieningen. Graag hierop een antwoord van de wethouder. Dat is tevens ook van belang, omdat in het kader van de PAS het niet ondenkbaar is, als je de kranten althans leest en de reacties van sommige regeringsfracties, dat naast het vervoer ook de landbouw een bijdrage zou moeten leveren in het terugdringen van de stikstofuitstoot. Daardoor kan het zomaar dat binnen afzienbare tijd de veestapel inkrimpt. En ook de grondgebonden duurzame landbouw zit in de lift. Daardoor kunnen tekorten ontstaan voor de mestverwerking en zal mestverwerking waarschijnlijk te duur zijn. De Rijksoverheid immers heeft voor de inkrimping van de veestapel reeds 180 miljoen euro gereserveerd. En er worden nog extra bedragen voor uitplaatsen van bedrijven bij natuurgebieden. Voorzitter, mag ik vragen? De heer Gelling. Er is net ruimte geboden voor een motie die aanhaakt bij het onderwerp aardappelloos. Maar meneer Jonkhans neemt nu de vrijheid om zijn hele duurzaamheidsagenda hier neer te leggen. Ik vraag me af of dat nog behoort tot de behandeling van de motie die slechts een opdracht behelst aan gedeputeerde staten om het gemeentelijk beleid dus te toetsen. En niet zijn hele visie op het terugdringen van de veestapel.
Ik stel voor dat de heer Jonkhans dat even verkennen hoe ver hij nog gaat in het onderwerp. Nou, dit hoort daarbij, want we hebben net geconstateerd dat het annex is. En ik kom nog terug op de aardappelloods, dus maakt u zich geen zorgen. Onze vraag is bij die mestvergister in het licht van de ontwikkelingen met de PAS. Wat is daarvan de toekomst? En wat is daarvan de visie van het college op die toekomst van die mestvergister? En zou u dat eventueel ook aan GS kunnen voorleggen? We zijn er wel benieuwd naar. Voorzitter, de heer Oding die refereerde er al aan. In het kader van de behandeling van de energietransitie is in 2017 unanieme motie aangenomen van de Partij van de Arbeid die oproept tot maatschappelijke compensatie. Enfin, meneer Oding heeft daar al uitvoerig over bericht. Wij hebben dezelfde vragen. Kan de wethouder aangeven hoe dat in dit geval is geregeld en hoe dat bij de uitbreiding geregeld gaat worden? En ja, bij deze geef ik al aan, wij ondersteunen de motie van de heer Oding. Vanavond mogen we besluiten over een verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van een aardappelloods. De aanvraag van deze aardappelloods loopt parallel met de aanvraag voor de uitbreiding van de mestvergister. Maar over die mestvergister, daar gaan we niet over. Wij gaan over het klein bier, in dit geval de aardappelloods. Er zijn voldoende garanties gegeven dat de aardappelloods alleen gebruikt zal worden voor de agrarische activiteiten van de initiatiefnemer en niet voor de mestvergister, wat voor ons wel een punt was. Daarom kunnen we instemmen met de verklaring van geen bedenking ten aanzien van de aardappelloods. Dank u wel. Akkoord, dank voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. We gaan naar 50+. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel, vaststelling, verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een aardappelbewaardoods op een agrarische bestemming zonder bouwvlak. Tijdens de oriënterende ronde op dinsdag 27 augustus jongstleden werd al snel duidelijk door de vragen die aan de wethouder gesteld werden dat er onduidelijkheid is over dit raadsvoorstel. De vraag die gesteld werd door meerdere partijen was: waar gaat het in dit raadsvoorstel over? Is het de aardappelbewaarloods of hebben we het hier over de biovergister? Deze verwarring zag je ook terug in de ingebrachte zienswijzen die voornamelijk over de biovergister gingen. Wethouder Breukelman heeft dit toegelicht. Het is in je aanvraag, NPS is het bevoegd gezag. Dit bracht juist nog meer vragen op. 50+ Hardenberg heeft tijdens de oriënterende ronde een vraag gesteld over de calamiteitenplan en wil graag van de wethouder weten of deze vraag al beantwoord is. In de beantwoording op deze zienswijze, waarin erop geattendeerd wordt dat er geen calamiteitenplan aanwezig is, kun je lezen dat er verschillende maatregelen worden getroffen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Desondanks deze verschillende maatregelen blijft 50+ Hardenberg bezorgd. Afwijkend van dit raadsbesluit wil 50+ Hardenberg nog iets zeggen over de biovergister. De wethouder heeft laten weten dat de biovergister in het bestemmingsplan past en dat het niet meer bij de gemeente Hardenberg aan de orde komt. Aangezien er vanuit de omgeving en in de zienswijze angst uitgesproken wordt over onder andere stankoverlast, steunt 50+ Hardenberg de motie die CU net zojuist heeft ingediend. Wij dienen samen in. Het college wordt in deze motie opgedragen om in overleg te gaan met PS inzake de ontwikkeling en opwekking van duurzame energie in het algemeen en in dit project met als vertrekpunt. Het vastgestelde beleid en afwegingkaders die in oktober 2017 door de gemeenteraad is meegegeven. Voorzitter, ter afronding, zoals 50+ Hardenberg al aangeeft, betreft het raadsbesluit over de aardappelbewaarloods. Maar zijn er ook vragen over de biovergister? 50+ Hardenberg vindt het belangrijk dat inwoners gehoord worden en dat het college contact onderhoudt met PS en benadrukt dat er beleid en afwegingkaders vanuit de gemeente Hardenberg zijn gesteld. Dank je wel, voorzitter. Akkoord. Dank voor de bijdrage van 50+. Eerste termijn is daarmee geweest. Er zijn een aantal vragen nog open over voor het college. Voor beide wethouders, duurzaamheid en RO. Of er is afgestemd. Het woord is aan de heer Breukelman. Dank
voorzitter. Dank burgemeester voor het woord. En ook voor de mogelijkheid om op deze manier invloed uit te oefenen op de lengte van deze vergadering. Uw laatste wat dat betreft. En daarbij hebben we het over de aardappelbewaarloods. En ik dacht zojuist even in de eerste termijn van, hey, het is helemaal helder geworden hoe het nu in elkaar steekt. En op het einde dreigt er toch weer iets van vermenging, verwarring hoorde ik zelfs nog even gebruikt, op te treden. Dus aan mij de kunst, denk ik, voorzitter, om nu gewoon heel klip en klaar en helder te antwoorden op de vragen die er nog gesteld zijn. Misschien ook even nog voor één keer stil te staan bij de procedure die wat dat betreft gevolgd is. Als we het hebben over de vragen die allemaal gesteld worden over de biovergisser, dan zijn dat dingen die geregeld zijn in het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is in 2013 door uw raad vastgesteld. Voor het milieudeel, dus voor de mogelijkheden binnen dat bestemmingsplan, is GS, de provincie, het bevoegd gezag. En de aanvraag die voor dat deel is, hoort dus ook daar thuis. Dat betekent dat wij alleen de verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de aardappelbewaarloods. En dat is ook het enige wat in die zin hier nu ter tafel is. Was die bewaarloods binnen het bouwvlak gevraagd? Of wanneer de vergunning alleen zou zijn aangevraagd zonder de bewaarloods, dus als het alleen over de biovergister zou zijn gegaan, dan kwamen we helemaal niet in beeld wat dat betreft. Daar kwam het hier nu niet ter tafel. Het komt enkel hier ter tafel omdat het college in 2017 de initiatiefnemer heeft weten te bewegen om die bewaarloods nou juist buiten het bouwvlak te doen, omdat dat een betere ruimtelijke kwaliteit zou leveren. En daarom is het hier nu ook ter tafel. En die VVGB die is in december hier ook aan de orde geweest. En gelukkig, voorzitter, heeft u met unanimiteit besloten om deze positief ter inzage te leggen. Dat was in december van het afgelopen jaar. En omdat het signaal van destijds met name ging over het RKP, het ruimtelijk kwaliteitsplan dat nog niet volledig was uitgevoerd, heb ik me met name daarop gefocust. En samen met de omgevingsdienst is het ook gelukt om die punten die nog niet uitgevoerd waren, waar nog geen gebreken gebleven was, dat die nu zijn opgelost. Dat heb ik u 2 weken geleden ook verteld. Dus dat is mooi wat dat betreft. Een aantal toezeggingen zijn er ook gedaan 2 weken geleden. De heer Oding vroeg daar als eerste na. Ik heb volgens mij heel strikt genomen geen einddatum daarbij genoemd. Maar de griffie is altijd erg scherp in haar formulering, heb ik zojuist gezien. Voor wat betreft de pas geldt dat de notitie, wat betekent de pas nu voor de gemeente Hardenberg, volgende week in college zit. Daarna wil ik u zo snel mogelijk informeren, maar voor de zorgvuldigheid nog wel even deze week nodig hebben om alle informatie daarin terug te brengen. Er werd gevraagd om een calamiteitenplan. Ja, die heb ik u niet kunnen sturen, omdat het calamiteitenplan er niet is voor de aardappelbewaarloods. Is ook niet vereist voor dat deel. Het is wel zo, om in uw nog even navraag gedaan in de geest van uw vraag, is in 2018 wel een actualisatie geweest van het bedrijfsnoodplan van de biovergistingsinstallatie. Dus die informatie wil ik u wat dat betreft hierbij ook maar meteen even geven. Ja, en er werd nog vraag gesteld van hoe zijn omwonenden destijds betrokken. Nou, wat ik vanuit terug heb kunnen vinden, is er in augustus 2017 ook contact geweest en heeft het college aangegeven dat het goed zou zijn om de omgeving te informeren, om mensen bekend te maken met de plannen die er zijn. En uiteraard hebben wij die aanvraag ook gepubliceerd, maar goed, dat is meer een formeel antwoord. Dus ondanks dat de provincie bevoegd gezag is, hebben we wel een poging gedaan om zoveel mogelijk initiatiefnemers te stimuleren om de buurt in te gaan. Dat voor wat betreft de 3 toezeggingen, voorzitter. Ja, en dan kent die discussie van vandaag eigenlijk een wat nieuw aspect, een wat nieuwe richting misschien, voorzitter. En dat is natuurlijk ook prima. Dat is aan uw raad om dat te doen. Alhoewel, het is wel een richting die zich meer focust op duurzaamheid en op milieu. Maar goed, u bent er zich natuurlijk van bewust dat de provincie daarbij het bevoegde gezag is. Dus met al die nuancerende opmerkingen over chronologie en over bevoegdheden, nou, die heb ik wel gemaakt volgens mij, is er nog het signaal dat u in de motie aangeeft. En dat signaal, voorzitter, ja, hoe begrijpelijk ook, zit er ook wel iets in wat overbodig is.
Natuurlijk, hè, ik snap ook dat het signaal gegeven wordt als je het zienswijzeverslag leest. Hé, we moeten toch even weer aandacht hebben voor. Maar het is wel zo dat de spelregels voor dit bedrijf bepaald zijn in het bestemmingsplan dat we in 2013 met elkaar hebben vastgesteld. En ik vind het wel goed, en ik hecht ook waarde aan dat hier even te melden. Het bestemmingsplan biedt voor de gemeente niet alleen rechten, maar het biedt ook plichten voor de gemeente. Dus wat we destijds hebben afgesproken, vindt dat we elkaar daar ook aan moeten houden. Dat is bestuurlijk ook wel zo gewenst. Nou, het signaal afgeven richting de provincie, uiteraard. Alleen, het is wel zo dat we in bestuurlijke werksessies dat al aan de orde stellen. Dat doen we bijvoorbeeld ook in de RES. Dat doen we als er bestuurlijke overleggen zijn. Hè. Collega Ten Kate is daar ook veel bij aanwezig over bijvoorbeeld het warmtenet. We hebben ook veel gesprek gehad met het vorige GS. En inmiddels een uitnodiging verstuurd aan de nieuwe gedeputeerde om eens een dagdeel of een dag wellicht wel in onze gemeente door te brengen. En nou ja, ook kenbaar te maken wat voor ons nou de criteria zijn en de belangrijke punten die u in 2017 in de motie ook hebt aangegeven. Kortom, voorzitter, ik snap hè, dat er een bepaalde emotie speelt en die komt ook bij die omwonenden weg. Nou, moet ik helemaal niet te spannend over doen. Als daar signalen ook in de komende maanden komen, is niet voor mij het antwoord de provincie is bevoegd gezag. Hè. Dan gaan we daar gewoon mee aan de slag. Wij kunnen ook wat contact opnemen met de provincie of met de omgevingsdienst om dan te kijken van, nou ja, moeten we eens wat doen in die handhavende sfeer, nou ja, of een fase daarvoor aan. Ik laat het oordeel van de motie aan de raad, voorzitter, maar ik denk wel aan hebben te kunnen geven dat er een bepaalde mate van overbodigheid in de motie zit. Akkoord, dank u wel, helder en duidelijk verhaal. Ik zou nog aan toe willen voegen dat het mooi is dat omwonenden de weg naar uw raad weten te vinden. Dat is altijd goed. Maar het is ook belangrijk dat zij de weg naar de provincie of naar het provinciaal bestuur zelf ook vinden om ook hun grieven daar zelf direct kenbaar te maken. En wellicht dat dat ook gebeurt. Ik kijk naar uw raad. Is er behoefte aan een tweede termijn? Of ik kijk ook even naar het indienen van een motie. Blijft die overeind staan? Of kunnen wij gelijk tot stemming overgaan? De heer, ja, ik wil er nog graag even op reageren. Ik heb het nog expliciet zo genoemd, voorzitter, als een extra ondersteuning en motivatie om ook zeg maar daar waar de gesprekken plaatsvinden met de gedeputeerde staten ook zeg maar een extra duw in de rug te geven. Dus ik snap aan de ene kant wel even die bepaalde soort van overbodigheid, maar we zien het als een extra motivatie en ondersteuning voor ons eigen college. Dus vandaar wil ik hem wel in blijven dienen. Akkoord. De motie blijft dus gehandhaafd en wat mij betreft gaat die onderdeel uitmaken van de stemming. Is er behoefte aan een tweede termijn of kort? Ik heb een aantal vragen gesteld die betrekking hadden op het milieudeel en gevraagd om een reactie van het college. Ik heb er goed geluisterd, ik heb geen reactie ontvangen. Nee. Daaruit en dat zou ik toch wel graag willen. Daaruit kunt u ook iets opmaken, maar u wilt toch nog eens even daar een antwoord op, voor zover daar een antwoord op te geven valt. Hè? Want het is natuurlijk beleid wat in ontwikkeling is, maar ik hoef niet voor de wethouder te spreken. Ja, voorzitter, het zou een snelle ambitie zijn nu te zeggen dat ik ook wel provinciale ambities heb. Zover is het helemaal niet. Alleen het is natuurlijk wel de provincie en gedeputeerde staten die over het milieudeel gaan. Hè? Dat leest u ook in het raadsvoorstel. Wij hebben enkel iets te vinden van het ruimtelijke aspect van de aardappelbewaarloos. En om die reden ben ik ook bewust niet ingegaan op de vragen van die honkers die zich enkel richten op het milieudeel. Nou, je zou in het bestemmingsplan daar nog iets van terug kunnen vinden. Maar of het bijvoorbeeld geregeld is, of er na de biovergister, wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, ja, zouden we moeten kijken in het bestemmingsplan van 2013 dat door uw raad is vastgesteld. Die kennis heb ik hier nu zo niet paraat, omdat het ook niet ter agenda is vanavond. Akkoord, voldoende lijkt me. Kunnen wij het voorstel in stemming brengen? Dat is het geval. Dan gaan we eerst naar het voorstel zelf. En dan vraag ik uw raad of u in kunt stemmen met het vaststellen van de verklaring van geen bedenking voor de realisering van de aardappelbewaarloods. Fractie van de ChristenUnie is voor. CDA akkoord, GroenLinks akkoord, VVD. Voorzitter, wij zouden graag een stemverklaring willen geven. Ja, als u dat bij deze wilt. Voorzitter, in het verleden is wel eens een motie van de VVD overbodig verklaard in deze raad. Wij hebben ons daarbij neergelegd. Deze motie vinden wij echt volstrekt overbodig. En als zodanig zullen wij dus dat niet ondersteunen en tegenstemmen. Ja, dat gaat dan over de motie. Daar komen we zo nog op.
Dan heeft u dat alvast gedaan. Dan ben ik even iets voor de muziek aan. Maar weet u in ieder geval dat wij tegen de motie gaan stemmen, ja. Voorzitter? Ja, precies. Dat geven wij door nu aan de ruimte boven. En dan komt dat helemaal. Maar we zijn voor het voorstel, voorzitter. U bent voor het voorstel. Dan maak ik een rondje verder af. D66 akkoord, op koers met nieuw akkoord. Dat geldt ook voor de fractie van de Partij van de Arbeid en 50+. Daarmee is het voorstel unaniem aangenomen. Al dus besloten. Komen wij nu bij de motie die is ingediend door de fractie van de ChristenUnie. Waarvan de VVD een stemverklaring heeft afgegeven. En ook daarmee aangeeft tegen te zijn. Ik vraag aan andere partijen die tegen zijn om nu hun hand op te steken. En dat is de fractie van opkoers.nu. Dus de fractie van opkoers.nu en de VVD zijn tegen aanneming van dit voorstel. Van de motie moet ik zeggen. Daarmee is de motie met meerderheid van stemmen aangenomen. En zal ook door het college meegenomen worden en uitvoer worden gebracht in de richting van het college van GS. En u zult daarover nader bericht krijgen te zijnde tijd. Daarmee zijn we toegekomen aan de hamerstukken voor vanavond. Voorzitter, zullen we even meneer Bak en meneer Van den Berg weer terughalen? Ja, dat zou kunnen. Wat mij betreft hoeft het niet. Nee hoor. Welkom aan de heren Van den Berg en Bak. Fijn dat u weer in ons midden bent. Er werd al zorgen werden al uitgesproken of u wel weer terug zou komen. Maar fijn dat u weer in de raad aanwezig bent. Wij zijn toe aan de hamerstukken nu in de raad. Allereerst agendapunt 8. Het ongewijzig vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg Ommeweg 13 in Rezeveen. Het realiseren van een woonzorgvoorziening, behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Dat is akkoord. Dat is akkoord. Daarmee is het voorstel aangenomen. Iemand op de publieke tribune heel blij mee. Agendapunt 9. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg-Knarrenhof van Spijkstraat Hardenberg. Kijken of we nog meer mensen blij kunnen maken. Behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het thans voor ligt. Raadsbreed kunt u instemmen. En daarmee is dit voorstel aangenomen. En kan de Knarrenhof een vervolgstap maken. Dat is mooi om te constateren. Dank. Wij zijn toe aan agendapunt 10. De rondvraag voor vanavond. Heeft u behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Akkoord, dank. Dan zijn wij bij agendapunt 11. Het agendapunt laatste raadsvergadering van de burgemeester. Ja. Ik denk dat ik het woord maar geef aan de heer Van der Wel. En ook het overige publiek wat nog buiten is mag er binnenkomen. Ja. Het woord is aan de heer Van der Wel, Piet Kees. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is bijzonder om dat voor de laatste keer tegen jou te zeggen, Peter. Beste Peter, Geke, Peter-Jan en Hilde-Ann. Wat mooi toch dat jullie ook zo van de dubbele namen zijn. Dat doet mij deugd. Beste familie Snijders, donderdag 23 juni 2011 was het. Ik weet het nog heel goed. Het was de vooravond van het jaarlijkse ballonnenfestival in Hardenberg. Op die avond besloot de gemeenteraad van Hardenberg, toen nog in het oude gemeentehuis, om Peter Snijders voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hardenberg. Het hoge woord was eruit. Een paar maanden later, op maandag 3 oktober, zaten we met de gemeenteraad van Hardenberg hemelsbreed een paar honderd meter verder in de voorvechter om Peter te installeren als burgemeester van Hardenberg. En die avond herinner ik me nog veel beter. Je weet, Peter, ik heb niet vaak een pak aan, nu ook niet. En daar is een reden voor, want die avond had ik wel een pak aan. En de installatie van een nieuwe burgemeester is een bijzonder moment. Dus een pak, dacht ik. Toen ik uit de auto stapte bij de voorvechter, was dan ook op de fiets gegaan, hoor ik de fractie van GroenLinks denken, scheurde ik uit mijn broek. En ik ben die avond helemaal achterin op het podium van de voorvechter gaan zitten en bijna niemand heeft het gezien. Vandaar dat ik je die avond ook niet heb gefeliciteerd, waarvoor jaren later alsnog excuus. Ik ben na afloop het gebouw uitgeslopen, begrijpt u. Zonder gekheid. Een van de dingen die ik me nog heel goed herinner, was dat je je gezin ook een rol gaf tijdens de installatie.
En dat ze voor jou heel erg blij waren, maar zelf eigenlijk ook wel een beetje baalden, omdat ze weer moesten verhuizen vanwege de nieuwe baan. Als zoon of dochter van de burgemeester verhuis je nogal eens. En ik weet nog hoe ik me daar goed in kon verplaatsen, want als zoon van de dominee ben je hetzelfde lot toebedeeld. En tegelijk dacht ik toen ook, als er dan een gemeente is waar je opnieuw moet beginnen, dan kun je maar het beste naar deze gemeente verhuizen. En het grappige is dat jullie nu je kinderen een beetje achterna reizen. Peter Jan, die studeert in de stad van geen woorden maar daden. Ook dat past bij jou. Maar Rotterdam is vanuit Zwolle toch makkelijker te bereizen. En Hilde Ann studeert in Zwolle. In plaats van de trein kan het nu de fiets worden. Bijzonder hoe dingen kunnen veranderen. Mooi vind ik ook hoe belangrijk jouw gezin is voor je en hoe belangrijk jij voor hen bent. Want achter elke burgemeester staat een sterk gezin. En dat zijn jullie. Ik weet nog goed hoe vol liefde Geke over jou sprak op een feestje een paar jaar geleden. Ik vond dat een prachtig moment, omdat Geke de liefde naar jou niet alleen uitsprak, maar hem ook kon voelen. En dat is veel waard, in goede en in slechte tijden. Die basis zit dus wel goed. Ging je wel of niet solliciteren in Zwolle? Het gonsde af en toe en jij vond dat vervelend, heb je me achteraf verteld. En om uiteindelijk tot die beslissing te komen, betrok je in de eerste plaats je gezin. Waarschijnlijk met onder andere dat in het achterhoofd wat ik net heb verteld. Maar ook omdat je een mensenmens bent. Het is een beetje een gekke term, vind ik. Maar een beter woord kan ik er ook niet voor verzinnen. Want iedereen die ik gevraagd heb om wat anekdotes over jou, en berg je maar, dat waren nogal wat mensen, noemt dat bijna als eerste. Mensenmens. En een echte burgervader. Dat kwam ook vrij snel naar voren. En een verbinder. Nog zo'n term waar ik niet zo gauw een beter woord voor heb. Want jij stond er als mensen je nodig hadden. Mensen in jouw directe omgeving gaven aan dat persoonlijk leed jou het meeste raakte. Ongelukken bijvoorbeeld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het ongeluk in de Krim, waarbij een jong kindje verdronk. Jij was er voor de nabestaanden. Of het ongeval in Lutte, waarbij een dronken automobilist een baby doodreed. Jij was er. Maar ik denk ook aan sterfgevallen in onze raad. We zijn raadsleden verloren. En jij was er. Er zijn raadsleden die dierbaren verloren. En jij stond voor ze klaar. Maar ik denk ook aan de brand bij Moderna. Jij stond er. Niet alleen voor jouw portefeuille, openbare orde en veiligheid, maar ook voor de familie die hun levenswerk in vlammen zagen opgaan. Het zijn momenten waarop je er moet staan als burgemeester en waarop je er stond. Jouw hart lag ook bij ondernemers. De gemeente Hardenberg heeft waanzinnig mooie bedrijven. En wat jij zo mooi vindt, is dat die ondernemers niet alleen een ondernemend hart hebben, maar ook een sociaal hart. Misschien wel omdat je eigenlijk zelf precies zo bent. Ik denk dat je het daarom ook zo mooi vond om bruidsparen te bezoeken en te luisteren naar de verhalen die die mensen je vertelden. Je genoot ook van jouw portefeuille openbare orde en veiligheid. Je stond voor een goede samenwerking met justitie en politie en voor een veilige leefomgeving. En je deinsde er ook niet voor terug om hard op te treden als het nodig was. En desnoods ving je de boeven zelf. Ik ben natuurlijk ook wat gaan rondvragen over eventuele negatievere eigenschappen. Veel verder dan een voorkeur voor Franse auto's en dan vooral Renaults kwam ik niet. Bijna niemand is meer trouw aan het merk Renault dan jij. Ook al vielen die Renaults zelf qua betrouwbaarheid nog wel eens tegen. Jij wist het goed te praten. En over betrouwbaarheid gesproken, een betrouwbare bron uit het vorige college heeft mij ingefluisterd dat je altijd probeerde om op tijd te komen. En dat lukte vaak, maar ook wel eens niet. En gelukkig belde je dan met de mededeling dat je 5 minuten later zou komen en dat werden er dan altijd standaard 10. En je bent een echte nieuwsfreak. Ik heb me laten vertellen dat je alle apps van alle kranten en radiostations op je telefoon hebt. Zo kon je tijdens collegevergaderingen met regelmaat nieuwtjes vers van de pers melden. Maar ik zou je vooral willen typeren als ambassadeur en verbinder. En ik weet zeker dat je trots bent op de regio Zwolle. Anders hadden ze je daar natuurlijk ook niet gekozen. Maar ook op de Dutch Tech Zone bijvoorbeeld. Hardenberg en Zwolle zijn dichter bij elkaar gekomen en daar heb jij een rol in gespeeld. En daar kreeg je energie van. Je zei vaak, als het in Zwolle regent, dan moet het in Hardenberg mot regenen. En daar zullen we je nog wel eens aan helpen herinneren. Want jij krijgt het in Zwolle vast aan het hozen. En wij hopen hier op een stevig buitje van Peter Snijders. Maar alle gekheid op een stokje. Jij genoot van de verbindende rol die het burgemeestersambt met zich meebrengt. En van het ondersteunen van mooie ontwikkelingen die bijdragen aan de Hardenbergse samenleving. Waar het goed wonen, werken en leven is. En waar het prachtig is om hard te lopen. Vorige week liep je nog mee naar de lichtstadloop in Gramsbergen.
En mensen vonden dat tof. Dat zag je gewoon. Je kon niet tegen geneuzel op detail. Zeker niet als zaken daardoor niet verder gebracht werden en de snelheid eruit werd gehaald. Je bent van de grote lijnen en een stip op de horizon en het dan gewoon doen. En als je dan met draagvlak vanuit de samenleving samen mooie stappen kon maken, ook al waren de maatregelen of ontwikkelingen wat minder populair of leuk, zoals de komst van het AZC of de ontwikkelingen rondom de TBS-kliniek in Balkbrug bijvoorbeeld. Jij werd toch warm van het samen doen. En daarom zou het ook eeuwig zonde zijn als ik de enige was die jou zou toespreken vanavond. Want jij bent niet van de one-man-shows, maar van het samen doen. Daarom zal de Nestor van deze raad jou zo ook nog toespreken. Maar dat niet alleen. Alle raadsleden en wethouders hebben voor jou een boodschap. Een korte samenvatting daarvan zien we hier zo op het scherm. Een samenvatting, want er blijven toch politici en die zijn soms wat lang van stof. Maar je krijgt van mij ook een USB-stick met alle boodschappen van iedereen zonder dat erin geknipt is. In totaal ongeveer een half uur. Die kun je dan thuis nog eens rustig terugkijken. Ik begon mijn verhaal met het Ballonnenfestival en ik eindig er ook weer mee. Als afscheidscadeau willen wij als raad jou, Geke, Peter-Jan en Hilde-Ann een ballonvaart aanbieden. En wellicht staat de wind wel richting Zwolle. Je weet het niet. Voordeel is dat je in een luchtballon de wind altijd in de rug hebt. Want dat gunnen we jou uiteraard. Peter, ik wens jou en gezin heel veel geluk, heil en zegen toe. En ik hoop je nog heel vaak te mogen ontmoeten. En ik hoop dat iedere keer dat jij weer heel eventjes in Hardenberg bent... als een echte Drent denkt, ja, mag wel zo. Peter, dankjewel. Ik zal jou nog even de USB-stick kunnen brengen met alle ruwe beelden. En dan is het woord aan onze Nestor, wat mij betreft, voorzitter. Dankjewel dat je even de regie overneemt. Want Annie maakt al aanstalten, gelukkig. Dus dat komt goed. En... Zo, de laatste keer dat ik jou toe mag spreken als Nestor. Dames en heren, beste Geke, Peter, Jan, Hilde, Ann. En natuurlijk beste Peter. Vandaag een bijzondere dag. Als Nestor van de gemeenteraad van Hardenberg is mij gevraagd om even kort terug te blikken op jouw periode als voorzitter van onze gemeenteraad. Sinds 1 oktober 2011 is Peter Snijders burgemeester van onze prachtige gemeente Hardenberg. Met denk ik wel het meest besproken gemeentehuis van Nederland, qua kleur en vorm dan. De afgelopen tijd hebben we uitgebreid kennis kunnen nemen van zijn bestuurlijke verleden in Drenthe en Overijssel. Wat minder bekend is, dat met de benoeming van Peter Snijders gebroken werd met de traditie dat de gemeente Hardenberg een CDA-burgemeester had. Sinds de Tweede Wereldoorlog was dat een vaststaand feit. De omwenteling van confessioneel naar liberaal verliep zonder noemenswaardige incidenten. En dat is voor een groot deel te danken aan de persoonlijke instelling van onze burgemeester. In vogelvlucht neem ik even de Hardenbergse jaren van Peter door. De teksten zijn allemaal citaten uit zijn eigen toespraken. Ik geef slechts in de zijlijn commentaar. In 2012 zei hij bij de opening van het gemeentehuis: het gemeentehuis is het hoogste gebouw in dit gebied en kijkt vrij en transparant om zich heen, over grenzen heen. Onze blik is vanuit dit gemeentehuis natuurlijk gericht op Zwolle, ons bestuurlijk ankerpunt. We hadden het kunnen weten. Tot slot is op de valreep van 2012 een nieuwe fractie toegetreden tot de politieke arena. Door een splitsing in de fractie van GroenLinks hebben we een 8e partij in de raad ontvangen, genaamd DS12. Al in zijn eerste volle jaar werd hij geconfronteerd met politieke trammeland.
Slechts weinigen van ons beseffen hoeveel energie dat vreet. Een tijd waarin beweging permanent is, flexibiliteit noodzakelijk, nieuwe verbanden ontstaan en ook weer verdwijnen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Door Peter uit aangeduid als de hypertijd, met als antwoord de kracht van gewoon doen. 2014. U hebt als kiezer gesproken. De verkiezingsuitslag zorgde enerzijds voor continuïteit en anderzijds ook voor veranderingen. Maar van de 31 raadsleden hebben we afscheid genomen van 14 raadsleden. Anders gezegd, Peter en de drie musketiers bleven stevig in het zadel. 2016. De bouw en ingebruikname van het AZC, waar we inmiddels zo'n 300 mensen verblijven. Het besluit rondom windmolenpark De Veenwieken. Maar ook de discussie en de wens van de gemeenteraad om verder de gemeente te verduurzamen. Verduurzamen, daar is iedereen voor. Maar de wijze waarop en hoe is een echte uitdaging. En daar zijn we nog wel even mee bezig. Hardenberg heeft in 2016 bij de provincie de streekfunctie weten te behouden. Daar hebben we een stevige campagne voor gevoerd die gelukkig zijn vruchten heeft afgeworpen. Zo'n actie was nou net op het lijf van Peter geschreven. Voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente zijn we de grens van 60.000 inwoners gepasseerd. Die groei van het inwoneraantal zegt het nodige over de kracht en de vitaliteit van onze gemeente. Gek genoeg bleef de discussie over hoeveel die zakkenvullers erbij zouden krijgen achterwege. 2017. Om de ambities van onze gemeente naar de toekomst vorm en inhoud te kunnen blijven geven, hebben raad en college aan het eind van het jaar een keuze moeten maken om de samenwerking met onze buurgemeente Ommen op een andere manier voort te zetten. Deze droeve tijding werd heel verschillend ontvangen. Aanpassing aan klimaatverandering is een hot thema. Verdroging, hittestress en wateroverlast zijn uit te werken thema's. Het waterschap Vegstroom is daarbij voor ons een belangrijke en al jaren betrouwbare partner. De aanleg van het Vegpark is een mooi voorbeeld van samenwerking en aanpassing aan klimaatveranderingen. Eigenlijk best goed dat die waterschappen niet zijn opgeheven. 2018. Er moet aandacht blijven voor een inclusieve, vrije samenleving waarbij iedereen erbij hoort en mee kan doen. De titel Meest toegankelijke gemeente van Nederland, die wij in maart live in de uitzending bij het televisieprogramma Casa in ontvangst mochten nemen, zegt genoeg. Een titel die we in 2019 ook nog mogen voeren. Onze ambitie is om de meest toegankelijke gemeente te blijven. Dat moet nu toch wel lukken met onze eigen minister gehandicaptenzaken. Rick, je roept maar. Het CDA, de ChristenUnie, op Koers.nu en de Partij van de Arbeid sloten in mei 2018 een coalitieakkoord met de titel Verbindingen van Betekenis. Het nieuwe en vooral jonge college van BMW werd geïnstalleerd. Martijn Breukelman, Alwin Terietstap, Gita Luiten en Falco Bruinsma gingen aan de slag. Helaas moest Falco Bruinsma vanwege gezondheidsredenen stoppen als wethouder. 3 weken geleden verwelkomden we Jan ten Katen als zijn opvolger in het college. Daarmee is college iets minder jong, maar wel qua leeftijd mooi in balans gekomen. En nu
En nu verder zonder beschermheer Peter. Gaat dat lukken? 2019. De drugscriminaliteit leek eerst aan Harderberg voorbij te gaan, maar heeft vanuit de grote steden ook het platteland bereikt. Ik maak me zorgen om deze ontwikkeling, te meer omdat de jeugden bij betrokken zijn. Harderberg moet een plek zijn waar inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen. En daar kan onze vertrekkende burgemeester als voorzitter van het driehoeksoverleg nog een steentje aan bijdragen. Peter. Je bent een VVD'er in hart en nieren. Maar jouw geluid van de VVD was niet te horen in de Harderbergse raadzaal. En dat is een compliment. Je stond boven de partijen, maar je was nooit ver weg. Raadsleden konden op jou rekenen. Jouw deur stond altijd open. Zelfs jouw voordeur. Tijdens de raadsexcursie in 2018 opende jij letterlijk de deuren van jullie huis om onze raad te ontvangen en bij te praten over de ontwikkelingen van landgoed De Grote Scheren. Nu, na bijna 8 jaar onze burgervader te zijn geweest, begin jij, Peter, aan een nieuw avontuur. Een nieuw hoofdstuk in je leven. Samen met Geke en de kinderen. We hadden het dus kunnen weten. Het gemeentehuis is het hoogste gebouw in dit gebied en kijkt vrij en transparant om ze heen. Over grenzen heen. Onze blik, jouw blik, is vanuit dit gemeentehuis natuurlijk gericht op Zwolle, ons bestuurlijk ankerpunt. Ik wens je als Nestor en namens onze raad heel veel plezier en veel geluk in het mooie Zwolle. Niet het einde van de wereld. Dus kom nog een keer langs in Harderberg. Tja, dat zeg ik nou verkeerd. Niet langskomen, maar aankomen. Gewoon doen. Peter, bedankt. Annie, dat hebben we al mooi gezegd. Daar heb ik ook nog iets voor Geke. Dus ik zou je willen vragen om hier naartoe te komen. Je ziet het natuurlijk al, een hele dikke bos bloemen. Ja, bedankt voor al je steun, ook voor Peter, want die heb je natuurlijk hartstikke goed ondersteund. Oh, en, nice. Ja, en je hebt vele avondjes waarschijnlijk alleen moeten zitten, omdat hij bij ons was of in onze gemeente. Nou, en ik wens je heel veel succes in Zwolle. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Hartstikke goed. Volgens de griffier mag ik nu het woord voeren tot slot. En dat doe ik ook van achter het spreekgestoel. Ja, daar sta je dan. Afscheid nemen is niet mijn sterkste punt. Volgens mij Marco Borsato zong ooit afscheid nemen bestaat niet. Dat is thuis bij ons in het gezin nog wel een liedje wat de nodige emoties doet oproepen. Maar dat gebeurt als je een aantal keren verhuist. Piet Kees, dank je wel voor de ontzettend mooie woorden. Alle raadsleden, ontzettend bedankt voor jullie mooie woorden. Elk moment wat genoemd werd door afzonderlijk jullie, kan ik mij ook nog heel goed herinneren. Ik dacht even, Mirjam, dat je nog meer ging vertellen over die stapavond in Dedemsvaart. Maar bleef gelukkig tot de politie beperkt. Die was overigens niet het enige raadslid. Want ook hij die was erbij, herinner ik me nog heel goed. Maar ook de pijn van de halve marathon, die voel ik eigenlijk nog dagelijks in mijn knie. Maar ik kwam over en ik was niet eens de laatste, maar inderdaad de ene laatste. En alles en iedereen was al weg. Maar goed, in het begin stond iedereen er nog. Dus dat was ook wel bijzonder. Maar elk moment van jullie kan ik mij inderdaad ook nog herinneren. En zo, als je dan terugkijkt, denk je van,
ontzettend veel dingen zijn er gebeurd in die 8 jaar. Ik heb natuurlijk toch weer, want zo ben ik dan ook alweer, de formele momenten van het beleid en wat belangrijk is, zeg maar. Want dat vond ik wel mooi, Piet Kees, hoe jij begon. Gewoon met het gevoel en het persoonlijke. En dat is dat ik als burgemeester zijnde van de Wolde wist dat Bert Mulman wegging en dat de vacaturetekst verscheen. Dus daar moeten jullie heel goed over nadenken, over die vacaturetekst. En dat ik mezelf las in de profielschets van de burgemeester van Hardenberg. En dat ik tegen Geke zei van, we wonen hier wel mooi. En ook nog niet zo heel erg lang. Maar ik moet gewoon solliciteren op Hardenberg. Want dat is echt een waanzinnig mooie gemeente. En wat volgens mij het verschil is met toen, heel veel, ik zei ook nog tegen Geke, heel veel mensen weten niet hoe mooi die gemeente Hardenberg is. Dus ik denk dat ik wel een kans kan maken. Maar ja, er was wel één maar. En dat is dat ik natuurlijk toch die VVD'er ben. En ja, wie had dat gedacht in dat christelijke confessionele Hardenberg, dat ik daar ooit een kans zou maken. En daar heb ik nog met de commissaris over gesproken destijds. En die sprak de woorden uit dat ze, want het was een ze, dat ze zei van, nou Peter, zegt ze, ik denk dat die vertrouwenscommissie echt gaat voor diegene waarvan zij denken dat die het beste bij de gemeente Hardenberg past. En er waren twee dingen, dat weet ik nog heel goed. Hij of zij moest letterlijk en figuurlijk de taal van de streek spreken, weten wat er leefde en wat er gedacht werd door mensen. En ook dialect spreken. En het tweede was, het moest een heel ondernemend type zijn. Het mocht zelfs een ondernemer zijn. Nou, dat was op mijn lijf geschreven en dat is ook helemaal uitgekomen in die 8 jaar dat ik hier zit. Want wat heb ik het hier naar mijn zin gehad. En wat hebben we met elkaar ontzettend veel gedaan hier. 8 jaar lang, als ik hoor de dingen die voorbij komen. Nou ja, en ik ga er maar op in, denk ik maar een beetje in mijn toespraak. Want ik kwam hier. En we hadden natuurlijk een streekfunctie. Er was veel bedrijfsleven. Er was een groot bedrijfsleven. En die waren heel erg betrokken. Ik zie Henk Wiersma hier zitten als de vertegenwoordiger. Ook destijds van dat bedrijfsleven. We hebben menig robbertje uitgevochten. Maar altijd in het belang om Hardenberg groter te maken, de hele gemeente groter te maken en het bedrijfsleven goed te faciliteren. En ik kan u zeggen, zelfs vanavond op de N34 hebben Henk en ik nog een robbertje uitgevochten in onze auto's. Maar goed, het geheel natuurlijk binnen alle beperkingen die er zijn. Er was dus heel veel. Een bioscoop, een prachtig theater, en dat is er gelukkig nog steeds waar ik geïnstalleerd ben. En er was een streekziekenhuis. En dat was wel een van de grootste dingen die ik in ieder geval voelde. Want bij mijn komst was de verhouding met de Saxenburggroep en met dat streekziekenhuis was wel tot een absoluut dieptepunt gedaald. Het was zelfs een bevroren toestand. En ik vond het een van mijn grootste opdrachten ook persoonlijk wel om die verhouding in ieder geval beter te maken en met elkaar voor te zorgen dat er één ding gebeurde, is dat we hier een streekziekenhuis zouden houden. Nou, ik kom daar zo nog op terug. En er was natuurlijk een crisis. En die crisis was behoorlijk en die werd ook alleen maar sterker. Want toen ik kwam, toen was ik eigenlijk wel verrast als Drents bestuurder in een Overijsselse gemeente terecht te komen, dat de bomen toch nog wel een beetje tot in de hemel leken te groeien, financieel gezien. Maar dat was de beroemde factor 10 van mijn voorganger een grote en belangrijke rol speelde daarin, want als je wat geld beschikbaar had, dan kon je dat in je begroting met een factor 10 vermenigvuldigen en dan kon je heel veel investeren. Ja, en Bert, daarom was die netto schuldquote natuurlijk ook wel redelijk opgelopen hier in deze gemeente. Maar het heeft de gemeente Hardenberg heel veel gebracht. En dat hebben we tot op de dag van vandaag plezier van. En nou, een van de uitdagingen was wel om toch een beetje langzaam met elkaar die lucht, die financiële lucht die erin was gekomen, om die er langzaam weer uit te laten lopen. Maar de voorzieningen wel op peil te houden. En volgens mij zijn we daar met elkaar, ook samen met de raad en het college, het huidige college, maar ook het vorige college, heel goed in gelukt. Ja, politiek gezien. 2014 en 2018 gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt. En in 2014 kwam D66 nieuw in deze gemeenteraad. En in 2018 als enige partij 50PLUS in de provincie Overijssel kwamen jullie hier in de gemeente Hardenberg in de raad. En dat was te danken aan de niet aflatende inzet en
bijterigheid van Gijs om toch ervoor te zorgen dat een partij kwam. Ja, we hadden twee formateurs, informateurs. We begonnen met René Paas en Jeroen Goud heeft het andere college met een gouden randje gesmeed, om het zo maar te zeggen. En in beide keren inderdaad is de gemeenteraad bijna voor de helft compleet vernieuwd. Dus dat betekent ook heel veel roulatie. En daardoor, en dat vond ik zelf inderdaad wel eens wat lastig, daardoor verdween een deel van dat lange termijn geheugen, wat eigenlijk ook wel weer heel belangrijk is om die gemeente ook die continue lijn te laten houden. En dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor vernieuwing, maar dat het ook belangrijk is in bepaalde dossiers dat je op de lange termijn die zekerheid biedt aan je inwoners. Die lange termijnplanning is in die zin wel belangrijk. Ja, en ik herinner me ook nog heel goed de eerste raadsperiode in het oude gemeentehuis. En dat was in tegenstelling tot de vorige gemeente waar ik burgemeester en wethouder was geweest, Poelvoorde en De Wolde, kwam ik wel heel vroeg thuis van die raadsvergaderingen als voorzitter. En het was wel eens dat Geke tegen mij zei van, is er wat aan de hand? Gaat het wel goed met jou? Lukt het allemaal wel, want je bent zo vroeg thuis, want dat was ik namelijk niet gewend. De raadsvergaderingen in De Wolde en in Koevoorde duurden op zijn minst altijd tot 11 uur. Maar hier waren we met de coalitie die er toen in die eerste periode zat, nou, een uurtje, dan was het al heel erg lang om te vergaderen. Er werden heel snel besluiten genomen en het college kreeg vooral de opdracht om vooral te gaan en uit te voeren. En daar kregen ze ook alle ruimte voor van de coalitie. Ja, dat is wel een beetje veranderd in deze raad. Ja, en dat is ook niet erg, want het debat moet ook gevoerd worden. En in die zin zijn we van een bestuurlijk ingestelde raad toch een meer politieke raad geworden, ook hier in de gemeente Hardenberg. En de profilering is ook wat sterker geworden. En dat was eigenlijk ook wat bewust bedoeld was met de hele dualisering van het politiek bestel op gemeenteniveau. We hebben grote thema's gehad. Grote thema's, inderdaad, het begon met de stad van de bestuursdienst, Omme Hardenberg, waar wel wat de nodige discussie over was, maar wat eigenlijk ook wel de voordelen van werden ingezien, met uitzondering van de fractie van Op Koers. Maar nu weet ik nog heel goed die daar altijd toch falikant tegen zijn geweest en ook hun gelijk nog menen te krijgen toen we ook weer de opheffing van de bestuursdienst kregen. Maar ik blijf ervan overtuigd dat het is nodig geweest om te staan waar we nu zijn. De bezuinigingen, enorme bezuinigingen, 2012, 2013, maar liefst 12,5 miljoen structureel bezuinigd. 65 FTE in de organisatie moesten eruit en 4,5 miljoen moesten bezuinigd worden in diezelfde organisatie, nadat we ook al een miljoen hadden weggegeven aan de raad aan de beginkant. Maar ook de economische crisis, die vol ook over Hardenberg zich uitstortte. Ik heb het in een interview wel eens genoemd. Als dieptepunt toch wel het failliet gaan van Van Dijkbouw. Maar ook de andere bedrijven hadden het heel moeilijk. Maar wat het mooie was hier van Hardenberg, is dat we ook samen optrokken met het bedrijfsleven om te kijken van hoe kunnen we er toch voor zorgen dat we zoveel mogelijk blijven investeren en ook zoveel mogelijk hier blijven doen. We hebben hele mooie sessies gehad in de Voorvechter met het bedrijfsleven over het aanbestedingsbeleid. Maar ook om te kijken van hoe kunnen we elkaar helpen. We hebben jobmarkts georganiseerd. Samen met datzelfde bedrijfsleven om mensen toch aan het werk te krijgen. We hebben het ondernemersstandpunt opgericht. We hebben het ondernemershuis opgericht. Allemaal zaken om de gang erin te houden. Het regionaal techniekcentrum, opgericht ooit door de ondernemers zelf. In een hele zware crisissituatie, geadopteerd door de gemeente. En nu ook weer teruggegeven aan datzelfde bedrijfsleven. Hele mooie manier van samenwerken. Ja, natuurlijk ook de 3D's, de bekende 3D's, de decentralisaties die naar ons toe kwamen. De BMO, de jeugdzorg, de participatiewet. Het budget van de gemeente is enorm toegenomen en daarmee ook de verantwoordelijkheid. En ook compliment aan jullie als raad, hoe je daarmee omgaat, hoe je daarbij betrokken bent en hoe dat verder vorm en inhoud moet krijgen. Want we zijn daar nog volop mee bezig. Het ziekenhuisdossier, ik noemde het al, de garantstelling, veldzichtlobby, de tijdelijke opvang van de vluchtelingen in de evenementenhal herinner ik me als een heel emotioneel moment ook. We zijn er als raad met de fractievoorzitters op een zaterdagochtend geweest, nadat vrijdagavond de bussen aankwamen in de evenementenhal. Het was erg emotioneel en we werden er allemaal heel erg stil van. Maar ook heel mooi om te zien hoe de inwoners van de gemeente massaal
hulp gingen bieden, kleding gingen inzamelen, mensen opvingen, meenamen om activiteiten te organiseren. En daar kwam het vervolg op, inderdaad, met de discussie over het AZC. Dat was een pittig dossier, maar, en ook politiek wel heel bijzonder, omdat het de eerste keer was in mijn herinnering dat de oppositie, waaronder de VVD en GroenLinks, met één mond spraken. En dat tot grote verwarring leidde bij de coalitie en ook wel een beetje bij het college. Maar het bleef gelukkig beperkt tot de eerste termijn dat met één mond spreken. We zijn er goed uitgekomen ook met elkaar. Er moest veel gepraat worden en dat is ook gebeurd. We hebben dat AZC en inmiddels zitten daar 670 mensen in een wisselende samenstelling. Ja, de streekfunctie is al genoemd. Ook heel mooi samen opgetrokken met datzelfde bedrijfsleven, maar ook met andere instellingen. Niet zelf als overheid inspreken bij een andere overheid, maar juist andere mensen naar voren geschoven. De bestuurder van het ziekenhuis, de bestuurder van de bankinstelling. En zij deden dat verhaal en dat heeft de mensen in de Provinciale Staten echt geraakt. Dat is een hele mooie les ook geweest. De woningbouwprogramma's, het grondbeleid. Het zijn allemaal grote thema's die voorbij kwamen. Ook kleine thema's. Het openbare toilet in het centrum van Hardenberg. De oliebollenkramen discussie herinner ik me nog wel. En natuurlijk het informatiepunt, ook in Hardenberg, waarvoor gestreden is tot op het bot van het mes om het te behouden. En zowaar, het is er nog en het ziet er prachtig uit. Ja, het schoenmakershuisje, ik durf het bijna niet te noemen. Daar moet nog over gesproken worden. Ik zal dat als van de zijkant mee gaan maken. Maar dat zijn ook hele belangrijke kleine onderwerpen, maar wel heel belangrijk die ook bij zo'n samenleving horen. Ja, het lief en leed is natuurlijk net ook al genoemd. En dat lief en leed, dat was er ook volop. En dat is ook geen wonder als je 8 jaar ook burgemeester mag zijn in de gemeente. Van onze inwoners, tientallen mensen bezocht, nabestaanden zeg maar bezocht van incidenten die er zijn geweest in deze gemeente. Maar ook in onze eigen raad. En ik zie al een aantal oud-fractievoorzitters zitten, maar we hebben toch afscheid moeten nemen van maar liefst 3 fractievoorzitters. En dat is best wel veel eigenlijk. En ook wel heftig. Albert Schipper op jonge leeftijd, eigenlijk nog Ria Jurink en Dirk van der Valk. Alle 3 ook vanuit het Reeskerkje afscheid genomen in Averees. Heel bijzonder, maar ook wel echt heel indrukwekkend. 50 plus. Ja, dan kom ik toch even. Jullie hebben een filmpje gemaakt. Ik wou toch ook jullie allemaal toch even bij langs. We hebben tot 11 uur in ieder geval, voorzitter. 50 plus, nieuw in de raad, zoals gezegd. Gijs en Linda, de enige lokale fractie, 50 plus, lokale fractie mag ik wel zeggen, in Overijssel. Een primeur die bedacht was voor de gemeente Hardenberg. Dankzij inderdaad jou, Gijs. Maar eigenlijk ken ik jou vanaf het begin al hier in deze gemeente. Want ik werd voor jou gewaarschuwd, want je kwam uit Hattem. En je zette je volop in voor het maatschappelijk domein en de WMO en dergelijke. Maar we zijn gewoon om tafel gaan zitten en we zijn gaan praten en we hebben je alle informatie gegeven. En er kwam een hele mooie dialoog met de gemeente op gang. En die dialoog is er nog steeds. En die informatievoorziening, daar heb je ook nog steeds heel erg behoefte aan, merk ik wel, in de gemeentelijke organisatie. Maar die wordt ook op je wenken bediend. Dat geldt ook voor Linda. Ik mag wel zeggen, een geweldig politiek talent. Want ik heb je niet alleen hier zien acteren al in deze raad. Maar ook op provinciaal niveau ben je actief. En ik denk dat we ook van jou nog veel gaan horen. Ambitieus en gedreven. En als het maar op landelijk niveau met 50 plus goed mag gaan, dan komt het met jou ook wel goed. En verder. De Partij van de Arbeid. Ja, altijd al een stabiele coalitiepartner geweest. En dat zijn jullie nu nog. Ik zei dat het wel een beetje kleiner is geworden. Maar goed. Dat is ook allemaal maar tijdelijk, zou je kunnen zeggen. De laatste verkiezingen is er een switch gemaakt en is Gitta in het college gekomen, die daarvoor de fractievoorzitter was. Jullie zijn sociaal betrokken op het maatschappelijk domein. Dat mogen we ook niet anders verwachten van de Partij van de Arbeid. Andy de Vos was degene die de fractievoorzitter was toen ik kwam, Gitta, en nu jij, Rijn. Ja, die grootschalige landbouw, dat hebben we vanavond ook wel weer gemerkt. Dat is toch wel een steentje in de coalitieschoen, mag ik wel zeggen.
die blijft altijd een beetje narrig zo in die schoen aanwezig zitten. Maar, zoals gezegd, op dat maatschappelijk domein vinden jullie elkaar ontzettend goed. Rijn lokaal bekend, zeer ervaren, beheerst en een hele mooie stabiele fractievoorzitter. Met een goede informatiepositie bij de provincie, die je ook absoluut niet misbruikt. Ja, Erika, zeer betrokken en iedereen vond het ontzettend jammer, inclusief de voorzitter van deze raad, dat jij uit de gemeenteraad viel. En iedereen was ook vervolgens ontzettend blij dat je weer terug bent gekomen in de raad van Hardenberg. Je bent wel vreemd gegaan overigens, want je bent in het huwelijk getreden hier. Naast je eigen huwelijk, zeg maar, met zaken. Maar ja, jullie hebben dat volkomen transparant en overstaan van iedereen gedaan. En het was voor een goed doel. En ook dat dossier moet nog even tot een goed einde worden gebracht. Maar ik heb daar alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Sterker nog, ik heb deze vakantie daar wat voorwerk voor gedaan. Het resultaat zien jullie straks wel bij de begroting. Ja, Arsenio, de gewoondoende van het jaar. Maar gewoon doen, ja, dat is eigenlijk helemaal niks voor jou hier in deze raad. Politiek is het meer Alice in Wonderland wat dat betreft. Met jouw persoonlijke aandachtsgebied, Dedemsvaart en de evenementen, en dat zagen we vanavond ook wel weer. Dat is echt jouw passie en daar ga je voor. En ik wil je daar ook heel veel succes mee wensen. Op koerspunt nu, de grote winnaar bij de laatste verkiezingen mag ik wel zeggen. Alhoewel, er is nog een winnaar, maar jullie waren dat ook. 5 raadsleden maar liefst sterk. Waarvan 2 in ieder geval al veel meer burgemeesters versleten hebben dan de meesten onder ons. Annie, vanaf 1998 in de gemeenteraad. Eerst voor de Partij van de Arbeid, nu voor Op Koers.nu. En Wim, ja Wim, eigenlijk al vanaf het begin van de gemeentewet in 1851 zit jij in deze gemeenteraad, is mij ooit verteld. Ook eerst voor de Partij van de Arbeid, dat heette toen nog de SDAP, denk ik, maar... zonder gekheid, jij vanaf 1982. En ik herinner me ook nog een bijeenkomst die ik met jou heb gehad, dat ik een keer een kop koffie heb gedronken bij de toren waar je toen nog werkzaam was. En dat je mij echt precies kon vertellen hoe de lijnen hier in de gemeente Hardenberg liepen. Dus ik zou mijn opvolger Jan Willem aan willen raden om vooral eerst koffie met jou te gaan drinken. Want dan heb je het politieke speelveld in één keer overzien en hoe de hazen lopen in deze gemeente. Echt een geweldige kanjer ben je. Jullie kennen ook als geen ander van Op Koers het sentiment onder de Hardenbergers. Concrete zaken, daar zitten jullie voor. En in het eerst ook een andere primeur die jullie nog hebben gehad. Dat je ook in het eerst van het bestaan van de partij een wethouder hebt geleefd. We hebben het net al genoemd, Falco. Die helaas vanwege gezondheidsreden al snel moesten afhaken. Maar jullie hebben een bestuurder van buiten gevonden. Hoe je eraan bent gekomen, het is mij een raadsel, maar hij komt uit de Wolde. En dat was opnieuw een primeur voor deze gemeente. Maar er zitten meer mensen in Op Koers.nu en dat is ook Kees natuurlijk. En die portefeuilleopmerking die herinner ik mij ook nog heel goed. Jij stond ook op de lijst en het was niet alleen de portefeuille, maar... Eigenlijk was het tot je schrik dat je ook nog werd verkozen en in één keer bleek dat je in de gemeenteraad van Hardenberg zitting moest nemen. Inmiddels ben je er wat aan gewend, geloof ik. En vind je het ook gewoon leuk. En Eddy, ik heb altijd de indruk, Eddy, dat met hardlopen weet ik uit eigen ervaring, geef je vol gas. En dat gaat je ook bijzonder goed af. Ik ben er eigenlijk wel een beetje jaloers op. Maar dat je hier af en toe nog een beetje met de voet op de rem aan het acteren bent en dat je eigenlijk wel vol gas ook hier vooruit zou willen, maar dat je ook te maken hebt met de discipline die toch heerst in zo'n fractie. Ja, en als hardloper ben je een individualist en kun je gaan wanneer je maar wilt. En dan Alex. Ja, Alex, ik zie jou regelmatig rijden in die prachtig grote eierbus, noem ik dat van jou. En dat is, daarmee heb je ook een geweldige informatiepositie in de gemeente en hoor jij als geen ander dingen die spelen in de raad en... Als dat moet, dan schroom jij niet om dat ook tijdens een rondvraag gewoon in te brengen hier bij de raad. En geef je het college de opdracht om er snel wat aan te doen om de rommel op te ruimen in de speeltuin, om maar eens een voorbeeld te noemen. D66. Ja, Jaco, ik ben blij dat je vanavond aanwezig bent bij de raadsvergadering. Laat ik daarmee beginnen. En gelukkig is die opgaande lijn weer goed erin gekomen. En mooi dat je ook in ons midden bent. 2 zetels
zijn jullie erin gekomen in 2014. Ja, dat lukte niet heel erg lang, want de buren die lonkten toch te veel naar een van jouw mede-fractiegenoten. Zij besloten om over te stappen naar de VVD. Ik geef daar verder geen oordeel over. Maar de mensen staat centraal voor D66. Vrij om te denken en te doen. En dat gebeurt ook regelmatig in de Raad met jouw bijdrage. Fraaie bespiegelingen van hoe het ook zou kunnen. Alleen het draagvlak af en toe ontbreekt nog een beetje. Maar dat past ook wel een beetje in de landelijke lijn van D66. Gezien, zeg ik dan maar, ook de opmerkingen die afgelopen dagen ook werden gemaakt over de pasproblematiek. En wat daaraan te doen. Maar het is nooit verkeerd om een balletje op te gooien. Ik heb van je genoten. De VVD, 1 fractie, 4 individuen, zeg ik wel eens. Kritisch in het oppositie voeren. En in de vorige periode hebben jullie inderdaad de financiële norm gesteld. En ook gerealiseerd eigenlijk. De netto schuldquote werd heilig verklaard hier in de gemeente Hardenberg. En ging ook daadwerkelijk naar beneden. Dat hebben jullie als geen ander bereikt. En Bert, ja, jij als bedrijfsman, bedrijfskundige, blijft moeite houden met dat comptabiliteitsstelsel van de gemeente. En de financiën, daar deugt nog steeds volgens jou helemaal niks van. En ik moet wel zeggen, die bijdragen die je levert, zeker in de eerste termijn, die zijn echt formidabel. En daar genieten we allemaal heel erg van. In de tweede termijn is het wel eens jammer dat de informatiepositie dan toch net niet helemaal goed is en er net niet helemaal uit de verf komt. Maar goed, wie weet. Overigens moet ik wel zeggen dat we wel moeten oppassen met het, dat heb ik vanochtend in het college ook nog gezegd, met het verder terugbrengen van de netto schuldquote. Want inmiddels is het zo dat als wij geld lenen als gemeente, dat we daar geld op toe krijgen. Dus we zouden een nieuw verdienmodel kunnen maken. Maar misschien is dat iets voor de discussie bij de begrotingsbehandeling. Erik, lid van de agendacommissie, is een hele snelle en een hele slimme denker ben jij. En je weet ook prachtig de bijdrage in de gemeenteraad te brengen. Dat gaat je ook heel erg gemakkelijk af. Maar ja, er is ook altijd concurrentie van heel veel andere zaken waar je mee bezig bent in je werkkring of anderszins. Rasondernemer heb ik je toch genoemd. Maar dit zijn ook dingen die ook je aandacht vragen. Mirjam, ik noem jou wel de liberale lady speaker vanuit Balkbrug. De gemeentewereld en de politieke wereld zijn voor jou op zich nieuw. Maar je weet je heel goed stand te houden na de verkiezingen waarin je hier terecht bent gekomen. En je hebt een voorliefde voor datgene wat er speelt in en rondom Balkbrug, om dat te bedden te brengen. Jeanette is ook nieuw gekomen bij de verkiezingen. Jij wilde eigenlijk de gemeente volgens mij zo snel mogelijk inrichten naar een goed bedrijfskundig model. Zoals vele succesvolle bedrijven dat in deze gemeente ook hebben gedaan. Het moet in ieder geval anders, het moet efficiënter en veel effectiever. En zo moeilijk kan het ook volgens jou allemaal niet zijn. Dus laten we dat nou maar gewoon gaan doen, is het motto bij jou. Ja, dan GroenLinks. Een kleine partij, maar wel ongelooflijk dynamisch gebleken. Ik zie ook een oud-fractievoorzitter hier zitten, Anne. Een zeer dynamische partij. Steady begonnen met Kees Slingeland. Ik had nog een hele mooie kaart van Kees vandaag. Nu provinciaal statenlid. Zat in de oppositie, maar werd wel het nodige gegund. En dat kwam ook door zijn optreden. En toen kwam er een tweede raadslid in de persoon van Marco. En met Marco hebben we inderdaad heel goed geweten, inderdaad, Annie. Hebben we heel veel belevenissen meegemaakt. Maar daar zullen we verder maar niet al te veel over uitmaken. Hij ging uiteindelijk verder inderdaad onder de fractienoemer DS12 en keerde niet terug na de verkiezingen. En toen kwam Anne, gepassioneerd en met verve in politiek en in uitvoering. Koos uiteindelijk toch voor het maatschappelijke verhaal van In Beeld in 2018 en werd opgevolgd door Romano. De jongste fractievoorzitter en beheerst aan het werk en heel gedegen aan het werk. En politiek ben je geen brokkenmaker, gelukkig maar. In tegenstelling tot die andere hobby die je hebt. En dat is het fietsen. Maar gelukkig ben je daar ook weer heel goed van hersteld. Dan kom ik bij de grootste partij in de raad. CDA, een blok waar je rekening mee moet houden.
En dat is ook heel goed. Met maar liefst 11 zetels, ook een van de winnaars tijdens de laatste verkiezingen. Daardoor wordt het niet altijd makkelijker als je groter bent. Dat is ook wel weer de keerzijde. Begonnen met Henk in 2011. Ik zie hem hier ook nog zitten op de tribune. Zeer gedreven. In een soort driemanschap, viermanschap was de coalitie stevig aan zet. Ik zie Wim Broersma ook zitten van de fractie van de ChristenUnie. Daarna kwam Dirk en Martijn volgde vervolgens op. En Rick heeft dat als fractievoorzitter is dat begonnen. En nu Piet Kees. Ik heb gekeken met bewondering naar jullie kandidaatstellings- en verkiezingscampagne. Hoe dat als een naar buiten toe, als een geoliede machine liep. En ook het resultaat wat jullie daarmee hebben behaald. Complimenten daarvoor. De keerzijde, want het was heel mooi gebalanceerd in de zin van alle dorpen een vertegenwoordiger. De keerzijde in de politiek en de gemeente is dan wel weer, wat doet de gemeente versus de lokale dorpspolitiek? En dat is een spanningsveld wat er altijd is en ook wel zie in de fractie van het CDA. Piet Kees, jij wordt wel de Jack de Vries van het Vechtdal genoemd. Maar je bent ook vooral, zo ken ik jou, een enorme bevlogen en betrokken Hardenberger. Ontzettend trots op wat hier gebeurt in deze gemeente en in deze stad. Maatschappelijk zeer actief. In een serviceclub, maar natuurlijk ook bij de voetbalclub. En daarnaast doe je nog veel meer. En je bent gek van basketbal. Eén keer in de zoveel tijd vertrek je naar Amerika om daar weer te genieten van prachtige dingen. Maar je bent nu de nieuwe spelverdeler binnen de fractie geworden. En ik wil je daar heel veel succes mee wensen. En volgens mij noem je dat in basketbaltermen de point guard. En ik wens jou daar heel veel succes mee. Siska, we kennen jou ook al vanuit je rol die je had en in de lobby rondom de TBS-kliniek in Balkbrug, waar je ook de nodige inzet voor deed en waar ook al uitbleek jouw liefde om voor dit gebied de goede dingen te doen. En dat doe je nu ook hier in deze gemeenteraad en met name ook op het thema bestuurlijke vernieuwing ben je actief bezig en wil je daar nieuwe stappen zetten met deze gemeente en dit gemeentebestuur. Gerrit, zeer betrokken raadslid. Als er ook maar iets is, dan trek je aan de bel. Dan bel je deze en gene op. Of wordt er een appje gestuurd dat er iets geregeld moet worden. Of dat nou rondom een provinciaal project van de N34 is. Of wat dan ook. Het is wel mooi. Geografisch is het vaak wel beperkt tot Ane en Gramsbergen en de omgeving. Dus dat is ook wel heel duidelijk. Maar er is één uitzondering en dat is de landbouw. Want daar ga je voor 200% voor. En daar ben je heel gedreven in. En daardoor word je ook in de samenleving, weet ik, enorm gewaardeerd. Birgit, nieuw in de raad. En ook ontzettend maatschappelijk betrokken. In een hele nieuwe wereld terechtgekomen waarbij het ook nog wel zoeken is. Vanavond heb je mij niet makkelijk gemaakt met het amendement wat aangenomen moest worden. Maar waarbij je wel een enorme passie aan de dag legt om op het gebied van veiligheid of op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid te vertalen naar gemeentelijk beleid. En daarnaast ben je, en heb ik jou ook gekend vanuit andere functies waarin je zeer gedreven bent en waarin je ook heel goed werk verricht voor mensen hier in deze omgeving. Max, ook een hardloper, de 5 kilometer gelopen in Gramsbergen. En volgens mij was je ook nog sneller dan ik was, maar goed, dat is nou een keer zo. Interim voorzitter, fractievoorzitter nog even geweest, nu voor de tweede periode raadslid. En natuurlijk jouw voorliefde voor het onderwijs steek je ook niet onder stoelen of banken. Rick is er vanavond niet bij, maar is natuurlijk ook toch een beetje onze trots van de gemeente. In de zin van wat voor een snelle carrière hij heeft gemaakt. En nu zelfs minister van gehandicaptenzaken, maar enorme ambassadeur ook van deze gemeente naar buiten toe. En ook de bedenker van een jeugdlintje. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Hoe hij ook zaken weet te concretiseren. Elma, zeer betrokken raadslid vanuit het zuiden van de gemeente. Sipkilo, vertegenwoordiger van de dorpen. Maar je bent je ook heel erg bewust dat de dorpen een onderdeel van het geheel zijn. En dat zie ik in jouw bijdrage, heb ik dat ook altijd heel mooi teruggezien. En je bent nu al ook al een van de plaatsvangend voorzitters. En volgens mij beleef je daar heel veel lol aan en heb je er heel veel schik in om het zo maar te noemen. Gerard, topbestuurder vanuit de landbouwsector,
daar al heel veel ervaring in opgedaan. Daar hebben we elkaar ook al eerder leren kennen. Via de Drents-Overijsselse melkcombinatie. De DOH heet het. DOC was het. Een hele stabiele factor in de raad en volgens mij ook in jullie fractie. En daarmee vervul je een ongelooflijk belangrijke functie die wel eens onderschat wordt. En op zijn Twents zouden ze zeggen, alhoewel je al een tijdje daaruit bent vertrokken, een zeer groeiende kerel, geloof ik, zo zeg je dat. Ik vond het in ieder geval geweldig om met je samen te werken. Heidi, ook nieuw in de gemeenteraad, maar bekend met de gemeentewereld al heel erg lang. Weet hoe de processen en de hazen lopen binnen die gemeente. En jij bent een vertegenwoordiger met heel veel liefde van de kern Dedemsvaart, Balkbrug en het prachtige Reesdal. En komt daar ook echt als een volksvertegenwoordiger voor op. Ja, Anita. Leefbaarheid van de kleine kernen, dat is echt jouw ding om het zomaar te zeggen. En dat doe je met verve en met heel veel plezier. En daarvoor steek je ook heel veel tijd in het werk van de gemeenteraad in jouw ook eerste periode. Een echte dorpsvertegenwoordiger. Maar ook het eerste raadslid, in ieder geval in mijn carrière als wethouder en burgemeester, die zelf letterlijk en figuurlijk de bordjes verhangt. Onder andere in Reserveen, onder het motto gewoon doen. En dat is ook heel mooi, maar ik hoop niet dat alle raadsleden de bordjes gaan verhangen in de gemeente. Dan hebben we toch een beetje rolverwarring. Arjan, erin en eruit, erin en eruit. En je wilde ook zo graag en je bent ook zo gemotiveerd. En nu zit je er gewoon in en ga je er ook volledig en vol voor. Gepassioneerd om er tegenaan te gaan. Waarbij je op het thema duurzaamheid, wat op zich een heel stevig dossier is. En zeker voor de nieuwe raadslid. Daar zet je ook jij letterlijk en figuurlijk de tanden stevig in het dossier. En bij zijn meniging knisperde dat wel een beetje. Maar ook dat is heel mooi hoe jij dat hebt gedaan. Dan kom ik tenslotte bij de fractie van de ChristenUnie. Ja, begonnen met Wim. Wim zit hier ook op de tribune als fractievoorzitter. En nu zaken. En de regie, die leek even weg in de aanloop naar de laatste verkiezingen. Maar dat was slechts een rimpeling binnen de stabiele politieke partij die de ChristenUnie is. Verantwoordelijkheidszin is heel groot bij jullie in de club. En dat ervaar ik dagelijks. En dat is ook heel prettig en mooi om te merken. En dat getuigt ook wel die verantwoordelijkheidszin van het grote aantal functies waar ik achter kwam, die jullie eigenlijk alle raadsfractieleden vervullen. Dat is een soort strategie is, maar in alle commissies en in alle werkgroepen zijn jullie stevig vertegenwoordigd en overleggen jullie daarover. Zaken. Jij als fractievoorzitter doet dat met verve. Soms nonchalant en soms ook uitermate serieus. Dat is af en toe even schakelen voor meniging. Van in welke stand zit hij nou precies? Maar als het op het vlak van de financiën is, dan moet ik wel zeggen dat met het vertrek van jouw conculega uit de CDA-fractie, Henk Dogger, het wel een stuk minder leuk is geworden in de debatten wat dat aangaat. Want jullie konden toch tot ver in de details gaan treden. En, beste mensen, dat durf ik wel te verklappen uit het presidium. De laatste vraag bij de rondvraag kwam altijd van zaken. Wat eten we vanavond? Om maar even de prioriteiten aan te geven. Simone, een ervaren raadslid inmiddels in deze raad geworden. Met een heel mooi, ook stabiel karakter. Lange lijnen die jij ook ziet wat er moet gebeuren met deze gemeente. Maar ook een fantastische vicevoorzitter van de raad. Dat vind ik echt geweldig om te zien. Cultureel betrokken, in voor bestuurlijke vernieuwing. En daar wil je echt, en daar ga je ook gewoon stappen in zetten. Dat weten we. Erik, te zakenkundig binnen het sociaal en maatschappelijk domein. Lid van de klankbordgroep WMO, werk en inkomen en welzijn zijn voor jou gesneden koek. Maar daarbij weet je ook heel goed het onderscheid mooi te hanteren tussen het werk wat je dagelijks doet, maar ook je rol als raadslid, weet je, altijd op het goede niveau te tillen. Wiepie, ja, jij bent aangetreden in een nieuwe periode als raadslid. Onderwijs en jeugdzaken zijn jouw domein. En daar ben je ook heel erg bij betrokken en dat laat je ook heel erg zien in de werkgroepen waarin je actief bent. Onder andere de werkgroep inclusie.
Hans is van het ondernemende type. Er moet wat gebeuren. En de trots op de gemeente en op Hardenberg zelf steek jij ook niet onder stoelen of banken. De middenstand, het centrum, de centrumplannen waar we mee bezig waren, vond jij ontzettend belangrijk. En daar heb je heel veel overleg mee gehad, ook met de betrokken partijen altijd. Bas, ja, nieuw in de raad. Maar het resultaat, zeg ik altijd maar, van een bijzonder goede scouting die binnen de politieke partij van de ChristenUnie zeer goed is georganiseerd. En jij bent daar een heel mooi voorbeeld van. En je hebt al hele mooie bijdrage geleverd, ook op dat zware dossier van duurzaamheid, waar jullie vast nog vaak over praten. En dat gaat je heel goed af. Ja, dan hebben we nog een aantal partijen gehad die inmiddels al niet meer er zijn. Of eigenlijk is het maar één partij geweest. Dat was natuurlijk Liberaal Hardenberg, later Leefbaar Hardenberg en later ook opgeslokt door de fractie van de VVD. En ook van Petra heb ik al een hele mooie kaart gehad. Dus het politieke speelveld hier in deze raad is best in die 8 jaar, ook al lijkt het altijd rustig naar buiten toe, maar toch wel best wel heel dynamisch geweest. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor de enorm mooie samenwerking die er is geweest, individueel met jullie, maar ook vanuit de fracties zoals die was. En dat geldt natuurlijk ook het college. Ik kom daar later nog op terug. Dat wou ik bewaren voor het grote publiek. En nu nog niet te veel over zeggen, maar ook het college, de wijze waarop we het afgelopen jaar met elkaar hebben samengewerkt, onze weg gevonden in een hele turbulente periode waarin we toch wel zaten, met de ontvlechting uit de bestuursdienst, het feit dat we allemaal nieuw waren en we ook weer met elkaar de gemeenschappelijkheid moesten vinden. Maar daar zijn we heel goed in geslaagd en dat is erg mooi. Ik kom daar later nog op terug. Ja, de pers wou ik toch ook nog even in het bijzonder bedanken. Altijd keurig achter het tafeltje, ook vanavond weer. Een beetje Stedtler en Waldorf van de Muppet Show, zeg maar. Cor en Roel heb ik het dan vooral over, die vanaf het balkon hun commentaar leverden. Was het niet direct, dan was het wel in de column die een korte tijd later verscheen. Vooral in de persoon van Roel Gritter. Ik heb ervan genoten van jouw columns. Heel mooi dat we gelukkig nog kritische mensen hebben die ook deze raad en het college en ook deze burgemeester volgen. Want daar hebben we een groot gebrek aan wat betreft de media. Ja, en Cor van Dalen, ik weet niet, misschien luistert hij. Ik noem hem maar de Gramsbergen aap, die toch is verbannen door zijn werkgever de Stentor naar een ander gebied toe. Maar ook heel erg betrokken is nog steeds bij het wel en wee in deze gemeente. En niet alleen als inwoner, maar ook als actieve vrijwilliger. De Griffie, tot slot. Woord van dank aan Frank, aan Gerda, aan Paulien voor jullie ondersteuning hier in de raad. Bij het werk wat jullie doen voor de raad. De stukken opzoeken en altijd klaarstaan om de goede dingen te doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de bodes. Albert is hier nu en ik zag Jan ook nog zitten als oudbode. Wat wel goed is om op te merken dat sinds Jan van den Kampen vertrokken is uit dit gemeentehuis, ik niet meer op het dak van het gemeentehuis mag staan. Jan en ik deden dat nog wel eens even. En dan keken we echt niet alleen in de richting van Zwolle, maar ook in de richting van Twente. Met onze mid-witte hoorn blazers om ze aan te blazen. Maar dat schijnt door omstandigheden niet meer te mogen. De regelgeving is wat dat betreft strenger geworden. Nog tot slot, twee kanttekeningen in de richting van jullie als raad en dan stoppen. En dan is het ook bijna 11 uur trouwens, merk ik. Het gaat jullie goed. Blijf dicht bij elkaar. En ik heb gehoord, en ik kon er helaas door persoonlijke omstandigheden niet bij zijn afgelopen vrijdag, dat jullie een ontzettend leuke raadsexcursie hebben gehad. Dat is goed. Belangrijk om elkaar te vinden, juist op het persoonlijke vlak, ook buiten het debat wat er is. En dat geldt ook in de samenspel met het college. En het was ook mooi dat het college aanwezig was. Maar één kanttekening van mij, ga ook vooral naar buiten. Beperken niet tot alleen de raadsbezoeken binnen de gemeente, maar ga ook vooral de blik naar buiten richten. Zoek dingen naar buiten op. We hebben dat in het verleden ook vaker gedaan. We zijn in Veenhuizen inderdaad geweest, Leeuwarden geweest. Zelfs in Den Haag, alhoewel een aantal van jullie dat wel heel erg ver weg vond met de bus. Maar het is ontzettend belangrijk om dingen van buiten naar binnen te halen. En houd dat vooral ook vast.
Misschien moeten jullie wel vaker op een raadsexcursie gaan. En dat hangt ook wel samen met de lange termijn planning. Wij zitten hier niet om te regeren voor de volgende verkiezing, maar vooral voor de volgende generatie. En wat is daarvoor nodig? En deze raad heeft dat altijd ontzettend goed gedaan. Jullie doen dat ook en blijf dat ook vooral doen. Want daarin onderscheidt de gemeente Hardenbergs, vind ik, zich echt van andere raden, ook in politiek opzicht. Daarmee zeg ik niks over de gemeenteraad van Zwolle, dat ga ik allemaal nog ervaren. Maar blijf dat vasthouden. Zie die lange termijn planning vast te houden. En wat dat betreft zijn hier ontzettend mooie stappen gezet. Na 2001, na de herindeling van deze gemeente, is hier een prachtige, sterke gemeente tot stand gekomen. Die op een hele mooie manier door jullie raad en college, zeg ik dan maar, bestuurd wordt. En daarvoor ben ik heel veel dank verschuldigd. Mijn gevoel had mij niet bedrogen toen ik dacht, ik moet gewoon solliciteren op die hele mooie gemeente Hardenberg. En 8 jaar lang heb ik dat met heel veel plezier ingevuld. En ik ben ontzettend trots op deze gemeente. En wat dat betreft kan ik zeggen, hebben jullie er voor het leven lang een ambassadeur bij. Want dat zal ik blijven, ambassadeur van deze prachtige gemeente. Dank jullie wel voor het vertrouwen wat jullie mij hebben gegeven in al die afgelopen jaren. Dank voor de fijne samenwerking die we hebben gehad. Het was een feest om hier burgemeester te mogen zijn in deze prachtige gemeente. Het gaat jullie allemaal heel erg goed. En ik hoop jullie nog vaak te mogen ontmoeten, waar dan ook. Dank jullie wel. Ik zou graag de hamer en de ambtsketen willen overhandigen aan de vicevoorzitter van de raad, Simone. En aan Martijn, de ambtsketen. En Simone gaf dat net al heel mooi aan. Ik noem jou toch maar heel bewust. In dit geval gaat het sieraad naar de man en het gereedschap gaat naar de vrouw. En dat is een heel mooi teken. Met dank aan Simone. Ik ga er nog even bij zitten, maar dat gaat helemaal niet lang duren. En ik ga voor het eerst, want ik maak eigenlijk nooit gebruik van die hamer. Gebruik maken van de hamer, want we zijn beland bij agenda punt 12. Dus ik sluit bij deze de vergadering. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor de inbreng. Dat geldt voor iedereen hier vanavond. En er is in de hal nog gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje en met elkaar nog even bij te praten. Ik sluit hierbij de vergadering.